Auto, kijken mee. Is Auto DJ. Oh, we zijn connected, dus even checken of dat is in de loop. Is Auto DJ. Oh, we zijn connected in de loop. Checken of dat is in de loop. Oh, we zijn connected in de loop. In de straattafel. We zijn connected in de straattafel. In de straattafel. Oké, lieve mensen, schuif maar allemaal aan. Dit is een laatste braadtafel van 2 uur. Daarover meer, straks meer en zo. Dus iedereen die live luistert, geniet mee. Deze week is geen gast, want Joost die was aangekondigd met veel fanfare. Die heeft helaas moeten afzeggen. Ja, die zal wel druk zijn, pas een nieuw album uit enzovoort. Dus ja, alle begrip daarvoor. Maar komt een andere afspraak met de man, met Novastar. Dus dat was toegezegd. Dus ja, laten we deze keer maar eens gezellig met z'n viertjes. Want we zijn met z'n drieën plus Minja uit Duitsland. Die is ook aangeschoven. En we gaan er gewoon gezellig van ouds een praattafel maken zoals we die altijd hebben gemaakt. Zonder gasten in echte ervaring. Maar goed, ik trap hem meteen. Oh, en ik moet eerst mijn teksten bijhalen. Dan is hij bijna weer helemaal fout. Eens even kijken hoor. Ja. Juiste datum. Is dat zo? Is het vandaag? Oh ja, wauw. Het is vandaag snel. 28 oktober, ja. Ja, zeker. Alrighty. Welkom praattafelfans, alle streamers, vrienden in onze Discord-chat en onze podcastfans. Het is 28 oktober 2024 in het corona-scene en dit is praattafel 205. Welkom aan de praattafel. Uw wekelijkse afspraak voor goed gesprek. Met Isvan, Mario en uw favoriete Chris. Zeker weten, mijn naam is Istvan Lelussi. Ik bevind me in Oud-Bergen, mijn aanhechtsel aan de prachtige stad Antwerpen. En na een enorm fijn weekend met hele warme temperaturen. En we schijnen steeds... er komt van alles binnen. Nou ja, ik ga zo eens kijken wat dat allemaal kan zijn. Heet ik u heel hartelijk welkom aan deze 205e praattafel met ons drieën en Minja, die is ook te gast. In elk geval gaan we er een volle bak van maken en dit is de laatste keer dat we er 2 uur lang over gaan doen, want straks informeren we je over onze nieuwe plannen voor het najaar, de najaarscollectie van de praattafel, zeg maar. In elk geval heel hartelijk welkom en geniet van de komende 2 uur namens mij. Welkom. En zoals vanouds ben ik er ook weer. Mario Leget uit Rotterdam. Dat weten de luisteraars inmiddels wel. Dus dat ligt natuurlijk in Nederland. Is een redelijk een beetje. Het is een grote haven eigenlijk wat we hier hebben. En het is niet al te mooi weer, helaas. We zijn een beetje verwend de laatste dagen. Maar vandaag ziet het voor het eerst een beetje somber uit. Maar dat mag de pret niet drukken, want we blijven positief en we blijven optimistisch. En ik heet u ook van harte welkom bij deze show. Favoriete Chris is er ook weer bij vanuit Antwerpen. Dat is een stad in België, Mario moest het niet weten. En eigenlijk echt de hoek van Istvan. En ja, zoals je hoort ben ik er ook bij. Kijk. En vanuit Mainz ben ik er ook bij. Minja is erbij. Mainz ist eine Stadt in het midden von Deutschland. Da ist der Revier, der Rhein, die gerade vorbei. Aber die kann ich von hier aus nicht sehen. Was ich von hier aus sehe, ist, dass es bald heiß ist, etwas von morgen ein bisschen Mist. Man nu gaat het. Ja, oké. Nou, dat is positief. Ja. Hier hebben ze dat ook gezegd. Alright, zoals ik al zei, een volle bak. Dadelijk even een greep uit wat nieuwsdingetjes die ons hebben doen opvallen deze week. En daar gaan we het dan even leuk over hebben. En daarna komt Mario aan bod met zijn experimentaliteiten. En deze keer aandacht voor meneer Christian Huygens. En ook alweer een Nederlander, de zoveelste Nederlander. Die zijn toch erg drukke baasjes geweest dan in de middeleeuwen. Daarna de rubriek Pek en Veren met van alles en nog wat. Waaronder andere die wintertijd die ons maar blijft plagen. Want blijkt dat er veel meer ernstige ongevallen gebeuren. Vooral 's ochtends vroeg, omdat het natuurlijk wat langer donker is.
En reusachtige plaagmieren, fijne dingen om je wakker te houden. En kaasoplichters. Alleen in de praattafel hoor, hey, hallo. Ja. En dan om 1 uur de quiz van onze favoriete Chris. En kan je een tipje van de sluier oprichten over het, oplichten over het thema van vandaag, beste Chris? Nee, ik heb niks verkeerd gegeten. Dat was mijn inleiding voor Halloween. Het is deze week Halloween. Dus ik denk, laten we er maar eens een quiz over maken. Hè? Nou, Ja. Alles wat je nog niet wist over Halloween. Dus in het trivia-bad om 1 uur. Dan hebben we een blokje wetenschapsnieuws. Waaronder een nieuw apparaatje wat bacteriën op de huid al meteen afrekent enzovoort. Dan hebben we een gedicht in gedicht erbij natuurlijk weer. A Theme in Yellow van Carl Sandburg. En dat is dan heel mooi vertaald door ChatGPT Chris. Denk nee, ik nee, ik denk dat er echt een vertaler aan gewerkt heeft. Oh, oké. Nou ja, dat is dan nog beter. Hè? Want dan, is het allemaal officieel. Het is niet simpel een gedicht vertalen. Ja. Nee, en dan helemaal... Dat is tegenwoordig steeds meer per, hè? Perplexity. Ja. Dat wordt de vertaler van, dat is ook een hele goede vertaler. Ja. Maar goed, oké. En dan tenslotte proberen we weer wat goed nieuws te brengen voor je. En soms lukt dat beter dan andere keren. Maar ja, we halen toch maar voor jezelf al het goede uit. En dan komt het goed deze de week. De intentie is er. Dat is het belangrijkste. Daar begint en eindigt alles mee. Hè. Je wordt geboren met dus goede intenties. Uiteindelijk is het echt goed nieuws. Maar dan zijn we, ik vermoed bij aflevering 350. Maar we werken eraan. Oh, sorry, ik moest hier wat openen. Even, er gebeurt even iets. Ja, er gebeurde van alles. Als ik maar even van de microfoon af ben, dan loopt het meteen fout hier. Ah, kijk, dan weten wij ook niet meer wat doen. Dan worden wij niet eens helemaal, ik weet niet. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik weet ook niet meer wat te doen, omdat jij wel weet wat er te doen is op de dag van vandaag. Dus ik ben heel benieuwd, Chris. Wat is er allemaal zo rond deze dag geweest en geworden? En... Ja, om te beginnen is het van, het is 28 oktober, kan je het geloven? Nee, bijna niet. Nee, ja, het is de 302e dag, want we zijn een schrikkeljaar. En dan moet je dan nog 64 dagen te gaan hebben tot het eind. Dus ja, het kort, hè. Het kort. En er is inderdaad van alles gebeurd. Bijvoorbeeld in 1492. Christoffel Columbus komt aan op het eiland Cuba. Dan weet je ook waarom dat ze daar ineens allemaal Portugees spreken. Maar hij was geen Portugees, hè? Ja, maar ze spreken daar Portugees, hè? En Cuba is Spaanstalig, hoor. Sorry. Cuba is... Ja, Spaans? Ja. Dat is echt heel Spaans, ja. Brazilië spreekt Portugees. Dan in Afrika een aantal landen. Voor de rest is heel Zuid-Amerika, voor zover ik weet. Latijns, dus met Spaans. En alleen Brazilië Portugees. Dus 1492, Christoffel Columbus komt dan op het eiland Cuba. En dan weet je ineens waarom daar iedereen Spaans spreekt. Juist. Heel goed. Fact-check. Live fact-check. Yes. In 1886, het vrijheidsbeeld van New York wordt ingehuldigd. Dat kwam van Parijs. Dat weet ik zeker. Dat is een geschiedenis van Parijs. Ja. 1971, het Verenigd Koninkrijk lanceert de eerste satelliet genaamd de Prospero of de X-3 met een eigen landgebouwde Black Arrow draagraket. Ik wist dus niet dat Engeland ook een ruimtetoestand heeft. Ja, ze zijn nu een spaceport aan het bouwen in Schotland eigenlijk helemaal, op een beetje afgelegen plek. Maar ja, dus hebben we ook plannen om mee te doen. En die spaceport moet honderden lanceringen gaan doen en zo. Ze zijn heel druk. En dan zo, af en toe heb je ook in het nieuws, maar blijkbaar heb je dat ook bij Wiki... Zo'n bericht dat je denkt, waarom staat dat ertussen en zo. Bijvoorbeeld in 2020, een man die vermomd is als bezorger van... thuisbezorgde, probeert de woning van rapper Ronnie Flex te overvallen.
Al dus een bericht van Ronnie Flex op sociale media. Ronnie Flex doet niet open, waarop er nog twee andere mannen komen kijken. Uiteindelijk lopen de drietal weg. En dan denk je, ja, misschien was het gewoon een bezorger, hè? En als je niet open doet, ja, dan gaan die door, hè? Dat weet je niet. Maar ja, het is ook niet flex, dus hij kan altijd nog ontsnappen via de brievenbus of zo. Als het, klopt, hè? Dat, als het echt flex is. Maar of goed, het, plombakgatje. In ieder geval, in 223, er treedt een gedeeltelijke maansverduistering op die waarneembaar is in het oosten van Amerika. Europa, Afrika, Azië, Australië, in Nederland en Bergen is die verduistering dan ook volledig waarneembaar. Deze verduistering is de erfste in de Saros-reeks. 146. Oké. Ja, dus dat was een jaar geleden. Dinsdag is de internationale dag van de beroerte. En de cijfers... dat is beroerd nieuws. Ja, dat zou wel. 1 op de 6... mensen krijgen een beroerte in hun leven. Dat is wel wat. Ja. Sommigen weten het niet eigenlijk dat ze het gehad hebben. Nee. Maar wat ik ook las is dat er... In Nederland is het zo dat er ieder kwartier breekt er iemand een bot. Dat moet toch afschuwelijk zijn voor die man? Ja, dat zou wel zijn. Want hoeveel botten heb je in je lichaam, hè? Oké, dat is een interessante vraag. Ga maar door, dan ga ik even dat fact-checken. Ja, en het is ook de internationale dag van het internet. Dinsdag. Want het internet was begonnen met een verbinding van twee computers. En is op 29 oktober 1969 als zodanig ontstaan. De eerste website staat zelfs nog online. Maar er stond niet bij welke website dat dan ook was. Maar ik denk dat het geen vitten is. Alright. Dat is ook in ASCII waarschijnlijk geschreven. Ja. Het menselijk skelet bestaat uit ongeveer 206 botten bij volwassenen. En dit aantal is lager dan bij baby's die er 270 hebben. Voilà. Maar die moeten nog ossificeren, met andere woorden. Het is nog kraakbeen wat zich om zal zetten in bot. Ja, en dat gaat je hele leven door. Vandaar dat je dus als je ouder wordt steeds stroever wordt. Want alles wat bewegelijk is, wordt ossificeerd. Ofwel wordt een beetje bot. Ja. Ja, dat geeft dan weer een link met mijn achternaam. Leel Ossie, hè? Ossificatie. Dus je bent eigenlijk een bottig figuur. Ik ben niet helemaal geossificeerd. Nog niet, maar dat komt wel. Ja. Oké, de osteopaat, hè, dat verwijst er een beetje naar. Os. Donderdag is het Halloween. Ja. En dat betekent eigenlijk letterlijk de avond voor Allerheiligen. Ja, All Hallows. Ik zou dat, want dat zal waarschijnlijk wel in de quiz staan. Maar zwart. En het is ook de internationale dag van de stad. Ja. De internationale dag van de stad, waar ze willen aandacht geven aan de voordelen van het leven in een grote stad tegenover die van het platteland. Nou, die voordelen worden steeds minder volgens mij, maar goed, oké, dat kan. Ja, het gaat dan over economische groei, bereikbaarheid van gezondheidszorg en meer gelijkwaardigheid. Mm-hmm. Ja, kijk, ze... Ja. Dus door de VN ingeroepen. Vrijdag is het dus Allerheiligen. En ik weet niet of dat het met elkaar linkt, maar het is ook Wereldveganisme Dag. Ja, het zou een link kunnen zijn, hè? Okay. Maar wat is dat ook alweer, Allerheiligen? Wat hebben ze dan gedaan? All Hallows. Ja, dat maar is wat, een. Wat is Allerheiligen? Ik denk dat het uit de katholieke. Nou, ik ga het even vragen naar Perplexity. Ja. Dus gaan jullie maar lekker door. Ja. Ik herinner me dat we dat vorig jaar ook gedaan hebben, maar dat was het niet. Dat was het gewoon googelen. Ah, ik zal het eens googelen. Ja. Want ja, zeker. Zaterdag is het dan Allerzielen. Dan moet iedereen, naar het kerkhof gaan en daar een bloembak chrysanthemen op het graf zetten. Allerheiligen vindt zijn oorsprong in de vroege christelijke kerk toen martelaren werden herdacht die voor hun geloof waren gestorven.
Aanvankelijk op allerlei verschillende data, maar dan in de 732 paus Gregorius de III deed dit in een viering op 1 november. Dus ja, alle heiligen. En in het Engels is dat All Hallows. En dat is verbasterd naar Halloween. Halloween. Ja, ja, ja. Ja. Er is mij ooit gezegd of wijsgemaakt dat je had eerst de pagan godsdienst. De heiden. En, ja. Heidenen. De heidenen, ja. En dan kwam de katholieke kerk en die wilde om een mooie overstap te doen, hadden ze hun feestdagen na een feestdag gedaan van de heidenen. Dat was zo wat. Okay. Dan kon je eerst de heidenen vieren en dan kom dan nog naar ons clubje ook. Wij hebben ook een feestdag de dag erna. Ah, ja. En zo zou dat dan op den duur alleen natuurlijk katholiek. Hè. Dan de heidenen, als je dat dan nog viert, dan ga je naar de hel. Ach ja. Of zoiets. Ach ja, ik vind het bijzonder, al die feestdagen, maar ik moet bekennen, ik hou me er niet mee bezig, want ik ben zelf een vroom atheïst en die zijn daar niet mee bezig. Dus. Ja. Alleen nieuwjaar. Ja. In het nieuwjaar, ja. Oké. Okay. Was je klaar met je lijst? Of nog niet? Nee, om mooi af te sluiten, zondag is het Wereldkwallendag. Oké. Oké, en daar hebben we het vorige keer over gehad, hè? Over de samensmeltende kwallen, de twee gewonde kwallen, er één van zichzelf maken. Ja, maar je kan ook zeggen wie in de politiek is deze maand de kwal van de maand. Dat heb je natuurlijk ook. Je kan het ook als een scheldwoord gebruiken. Ja, het is in Nederland ook een lekker zootje. Omdat we niet over politiek... Maar ik weet niet, want Halloween, dat was 10, 15 jaar geleden. Niks hier, net zoals Valentijnsdag, dat is allemaal uit Amerika komen overwaaien. En Halloween is nu hier ook een gekte geworden. Ik weet niet, merken jullie daar in Duitsland veel van, Minja? Oh ja. De winkels staan er vol met prullen voor Halloween sinds september. Oh my god. Okay. En je ziet ook in de steden, zie je de kinderen rondtrekken en süßes oder saures en dan willen ze iets snoepjes hebben. Maar is dat ook iets van de laatste jaren daar of was dat altijd al? Als ik naar school ging, was er niets van te horen. Ik heb het eerste keer van Halloween gehoord, da was ik amper 20. Mm-hmm. Ja. Dus dat is heel lang. Het is al een paar jaar, maar nog niet zo lang. In de Duitse supermarkten, hier in België, er zijn er twee, ik ga de namen niet noemen, staan de Halloween snoepjes naast de Sint-Niklaas marsepein. En ik ben al een week Dracula-tandjes en brains aan het eten, want die kosten nog geen euro. Dat is spotgoedkoop. En ik weet, als diabeet mag je dat eigenlijk niet doen. Maar ja. Ja, we krijgen trouwens... Kibi, die is online in onze chatroom en hij liet weten... Aha, nu leren we Minja eindelijk beter kennen met een smiley. Ja. Dus... Ja, groetjes. Groetjes aan. Jullie hadden mij ook live kunnen beleven. En daar was ik bij jullie in Antwerpen. Dat is waar, Minja. Leg het er nog maar eens goed op. Hij was er niet. Oké. In Mainz trouwens heb je op Allerheiligen dat die mensen naar de begrafenisplaats gaan. En ze zetten daar een spezielle kaars neer. Dat is de Neveling genoemd. Dat is... uit dunne wasdraadjes gevormd, zo'n kegelvormig. Dat is iets wat enkel maar in Mainz bestaat. Oké, is lokaal, ja. Nou, misschien maar eens een fotootje van doorsturen. Ja, maar persoonlijk vind ik al dat is volgens mij een middenstandstruc. Want we hebben dus niet alleen Halloween, maar je hebt ook, hoe heet het ook alweer? Valentijnsdag is ook zo geïmporteerd. Valentijnsdag en... De kerstman is er natuurlijk bijgekomen. Dus we hadden vroeger alleen Sinterklaas, maar de kerstman is er nu bij. Maar waar stopt het? Gaan we dan 4th of July vieren of loofhuttenfeesten? Ja. Ze zoeken maar gewoon, de middenstand vaart er wel bij. Dus het is gewoon eigenlijk een commerciële truc volgens mij. Weet je van waar zijn look komt? Hè? Dat rode pak en die witte baard? Dacht van Coca-Cola toch? Inderdaad. Ja. Oh, ja.
Nou, kan je nagaan. Wat ik wel leuk vind, ik heb er helaas nooit aan meegedaan, maar ik had het best wel willen doen toen ik al veel hard liep. Je hebt hier wel ieder jaar de Santa Run. Ja, hier in Antwerpen ook. Staan. Oh ja, dan heb je dus 500 man ongeveer die dan op het plein staan in Sinterklaas pakken. En die doen dan een wedstrijd over 5 kilometer of zo. Dat is wel grappig om te zien. En wat ook leuk is dat ze in de Koopgoot, dat is de Stiletto Race. Ja, ja. Iedereen, ook mannen, die moeten dan de Koop zo snel mogelijk door die Koop lopen rennen. Dat zal misschien 600 meter zijn in totaal of zo. Ik heb geen flauw idee. En op stiletto's. En de winnaar die wint dan een modecheck. Dus dat wil wel... ik jou ook zien doen, Mario. Daar kom ik speciaal naar Rotterdam als je daaraan meedoet. Ja, nou, als ik ben weer begonnen met hardlopen voorzichtig. Dus wie weet. Als ik het weer maar een beetje terugkrijg. Maar je hebt geen stiletto's waarschijnlijk. Nee, ik heb geen stiletto's inderdaad. Maar dan, als het zover is, dan kan ik die jou natuurlijk wel belenen. Daar zit je natuurlijk niet mee. Ja, of min jij, hè? Oké, okay, ja. Dat wil ik zien, ja. Of altijd lopen, ja. Ja, nou ja, goed. Mag okay. Maar lopen. Ja, maar goed. Vooral niet hard lopen. Nee. Ja, Eens even kijken. Fijn hardlopen, ja. Minja had hier een berichtje gevonden. Man uit Terborg krijgt gevangenisstraf voor opblazen van eigen wasmachine. Nou kan je wel een ballon opblazen of zo. En sommige mensen hangen wel eens aan de uitlaat van een auto om die te proberen op te blazen. Maar hoe blaas je nou je eigen wasmachine op? Nou ja, die man had iets verzocht. Die wilde graag buskruid herstellen. En dat wilde hij mixen in zijn wasmachine. Dus hij gooide alle ingrediënten daar binnen en stelde dat ding aan. En toen ging het behoorlijk mis. Ja, dat is griezelig, want het kan, je hebt ook spontaan ontbranding. Want buskruid bestaat uit, als ik goed herinner, uit zwavel, houtskool en salpeter. En de verhouding is vrij kritisch. En als je het verkeerd doet, kijk, je hebt ook nog zoiets als een stofexplosie. Hè? Je kan bijvoorbeeld als je poedermelk neemt, als je dat in de lucht gooit en je houdt er een vlammetje bij, krijg je een vlam. Ja, ja. Dat heeft te maken, dat is, en dan niet omdat dat brandbaar is, maar omdat de deeltjes dan een hele specifieke afstand tot elkaar hebben. Dus dat kan zomaar de oorzaak zijn dat zijn wasmachine is opgeblazen. Dat is heel bijzonder. De vuurspuiters ook doen met de bloem of zo. Ja. Nou ja, je zal daar maar naast wonen, naast zo'n gek die zijn eigen botkamer opblaast. Ja. En ze hebben in zijn woning nog enkele andere sprengtoestanden gevonden. Ja, professioneel vuurwerk, dat zijn zo van die dingen, dat die wil je niet thuis hebben. Nee, zeker niet. Ja, hij heeft zijn raam, die was uitgeblazen uit de woning enzovoort. Dat was een groot vernieling, ja. Ja, buskruid, ook wel bekend als zwart buskruid, is een explosief mengsel dat voornamelijk bestaat uit salpeter, dus kaliumnitraat, houtskool en zwavel. Ja. Dat moet je dan heel voorzichtig mengen en dan krijg je een explosief goedje. Hm? Ja, we hebben dat in onder vochtige omstandigheden geprobeerd. Ja, en als je dat... We hebben dat ooit in school geprobeerd, maar het heeft niet gewerkt. Ja, het is kritisch. Dus je moet wel een goede analytische balans hebben. Wil je het echt netjes doen. Ja. Je moet heel precies kunnen meten. Ja. Maar ja, je ziet. Chocopoeder. Chocomelk. Je bent heel zacht, Chris. Ik hoor je bijna niet. Ah, nu nog? Ja, je bent ineens 20 dB gedaald. Dan is dat iets bij jou en bij mij is er niks gebeurd. Nee, ik heb jou zelfs 3 dB extra gegeven hiervoor al, maar je bent ineens, je hebt toch ergens aangezeten, jong. Nee, ik zal dan wat naar boven gaan. Ja, daar heb je weer, ja. Ja. Ja, Kiebe zegt dat ook, dat ik zacht ben, maar eigenlijk ben ik van wezen zelf zacht. Maar wat ik dus wilde zeggen, Minja zei met die chocomelk... Trouwens. Och, man. Terug die knop naar beneden. Dus met die chocomelk, de poeder, dat wordt gebruikt om vuurspuwen. Want je hebt normaal gezien, heb je zo'n vloeibare, ik weet niet, op alcoholbasis toestand, maar dat is slecht voor je tanden.
Dus gebruiken sommige mensen van die chocomelkpoeder om vuur te spuwen. Eigenlijk dat je zegt, de poedervorm wordt dan in brand gestoken. Ja. Ah, oké, dat wist ik eigenlijk niet. Ja, wel slim inderdaad. Want inderdaad, als je dat echt iedere keer met een brandbare stof in je mond moet doen. Nou, dan moet je wel goed nadenken dat je... Ja, want dat je dus niet die vlam voor je omhoudt en dat je eerst inademt om te kunnen gaan blazen. Ja, dat is een van de grote problemen. Ja. Je zal je longen maar verbranden, zeg. Ja, ik heb jaren geleden heb ik een paar jaar geluid gedaan voor Diesel. Ik weet niet of je dat nog iets zegt. Dat is een beetje een rockbandje. Was met Mark Bone en zo. Dat was toen nog top, want die hadden zelfs in Amerika een hit met Sausalito en zo. Dat was een grote hit. Maar de zanger daarvan, die deed dat voor zijn hobby ook. En ik weet dat hij bij elk optreden, dan moest er even, maar die nam gewoon toch een vloeibaar goedje in en dan ging die toch wat vuur spugen. En dat was altijd toch wel angstig, want je leest vaak van die verhalen dat er dan in zo'n zaal ineens het plafond zo vuur vat. En dat je dan in het wereldnieuws komt met stapels lijken bij de nooduitgang enzovoort. Ja. Ja, we hebben dat gehad ook in het hemeltje in. Waar was dat ook alweer? Ik weet niet meer. Ja, in Noord-Holland. In een dorpje. Nieuwjaarsfeest was dat ook. Ja, en dan in een lage zaal, wat helemaal bij het plafond helemaal nog die oude kersttakken hangen, die gordroog zijn. Ja. Dus dat is waanzinnig brandgevoelig en dan gaat het ook gierend fout. Ja, Kibi meldde ook al. Bij mij ook ineens zacht, Chris, blijf van die knop af, zegt hij. Dus. Ja. Alright, Nederland krijgt een van de... Daar hebben we het vorige week eigenlijk over gehad, hè? Over Snellius. Dat was in iets anders. Nederland krijgt een van de 8 grote Europese quantumcomputers. Ja, helemaal te gek. Ja, ik vind dat best wel een fascinerende wereld. Mm. En die qubits, dus het werkt dus niet met bits, maar met qubits... Ja, dat is een revolutionair concept natuurlijk uit de kwantummechanica. En het mooie is als je dus een netwerk kan maken van kwantumcomputers. Ja, ik heb het al eerder gezegd. Als je twee laptops hebt en die hangen aan elkaar, dan heb je een verdubbeling van de rekenkracht. Mm-hmm. Maar heb je twee qubits aan elkaar of 3, dan gaat dat kwadratisch. Dus dat gaat veel sneller dan... Ja, en het mooie is, hij wordt gekoppeld aan de Snellius. Dat is zeg maar de supercomputer van Nederland. Dat is een paar keer waar rekken vol en dan komt hij tussen te staan. En dan zijn de lijntjes ook superkort. En ja, dan krijg je een ongekende rekenkracht. Dan uiteindelijk kan je dan zelfs heel accuraat klimaatmodellen maken. Dus echt een echte... voorspelling doen. En alle beveiligingen kraken die er zijn. Ja. Nou, het is wel zo. Het zal niet zo gauw op je desktop staan. Want het is moeilijk om... je moet het koelen tot net boven de absolute nulpunt. Want dan heb je dus geen weerstand meer. Dan heb je supergeleiding. Ja. Dus die quantumcomputers die zien er ook exotisch uit. Met allemaal van die schijven. Het lijkt wel een soort gouden kroonluchter. Maar eigenlijk is dat gewoon een temperatuurtrap. Dus helemaal bovenaan, die schijf die is nog kamertemperatuur. Maar die wordt dan door het middel van... Je ziet er dan altijd ook zo'n opgerolde leidingje bij zitten. Dat wordt dan gekoeld met een edelgas. En dat wordt steeds kouder. En helemaal onderop, dat is het koudst. En daaronder... komt zeg maar eigenlijk dat blokje te zitten. Het is misschien 10 centimeter groot in het midden. Mm-hmm. Dat piepkleine qubit processortje. Ja. Dus die zitten dan... Dat is eigenlijk koeling. Dat is het. Maar ja, dus dat gaat niet gauw thuis gebeuren. Want je hebt natuurlijk... Je moet dat met helium doen of zo. Nee, en zo'n ding kost 20 miljoen euro. Dus dat is ook alleen maar voor lotto-winnaars of zo. Die kunnen nou, wel... ik denk zelf dat het wel doorgang zal vinden, maar dat je dan zeg maar inlogt op een quantumcomputer en dat je dus uiteindelijk zo de rekenkracht zult kunnen gebruiken. En dat is nu maar ook met dat ze in de woonkamer komen te staan. Nee, maar dat is nu ook al met van die grote supercomputers waar mensen voor bepaalde berekeningen. Ja. Kijk, want er is nu zo'n systeem. Ja. Daar hebben wij eens een workshop over gehad bij Cham d'Action. En daar kan je dus tegen betaling koop je voor 100 euro. Computing power rekenkracht. En dan kan je dingen laten doen door supercomputers van Google of IBM of zo.
Ja, ja, maar langs de andere kant is het van alle dingen die nieuw zijn, kosten eerst wel duur, hè. Want ik heb ooit een leerkracht gehad op de filmacademie. En die werkte voor de WRT, maar die deden ook af en toe voor klanten wat. En die kochten met 5 collega's samen de eerste writable DVD-speler. En dat was toen, laat ons zeggen, in Belgische frank een 500.000. En 2 maanden later kwam de PC uit met gratis een writable DVD-speler. Ja, zo gaat het, ja. 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 Ja, nou, wat wel zal schelen, waardoor het dichterbij kan. Men probeert die supergeleiding probeert men zo voor elkaar te krijgen dat het al met andere materialen, dat het dan niet meer tot net boven het absolute nulpunt kan. Maar je hebt al een systeem waarbij je dus min of meer supergeleiding hebt bij min 70. Dus dan komt het al in de buurt van iets wat je wat thuis zou kunnen. Per slot van rekening heb je natuurlijk ook. Ik heb ook een ultramicrotoom, die is ook bedoeld voor elektronenmicroscopie. En je hebt cryomicrotomen die al met vloeibare stikstof werken. En het mooie is, nu is dat al heel duur, want helium is duur om dat vloeibaar te maken. Maar als je het met vloeibare stikstof kan doen, dan wordt dat factor 10 goedkoper. En dan krijg je minder koud, maar wie weet gaat het ook wel lukken. Dus uiteindelijk denk ik wel dat je dus in meerdere van die supercomputers hier en daar te zien krijgt. Dat zeker. Maar het interessante is natuurlijk wel, wat ga je in vredesnaam doen met je beveiliging? Ja, want ik kan een kwartiertje boeken en al de praattafelaars hun wachtwoorden laten hacken, zodat ik totale controle kan uitoefenen over jullie denkwereld. Ja, dus mij was simpel gezegd het verschil met een gewone computer en een quantumcomputer. Als je bijvoorbeeld een doolhof voorstelt en je vraagt een gewone computer zoek de uitgang, dan gaat die één voor één alle mogelijkheden uitproberen en uiteindelijk na 200, 300 of 1000 pogingen, hoe ingewikkeld de doolhof ook is, vindt hij uiteindelijk de oplossing in een quantumcomputer, probeert alle oplossingen tegelijkertijd gewoon. En die is er in één keer uit gewoon. Ja, dat maakt het echt heel bizar. En als je bedenkt dat bijvoorbeeld de meeste banken werken met 125 bits encryptie. Normaal duurt dat maanden of misschien wel jaren om dat te kraken. Maar zo'n supercomputer doet dat in een paar uur, denk ik. Mm-hmm. Misschien wel sneller ook. Dus dat gaat echt een probleem worden met... Als je geld hebt, dan als je een schurkenclub hebt met heel veel geld. Denk aan de drugkartels en dergelijke. Die hebben natuurlijk de poen om ook zo'n systeem misschien wel te verkrijgen. Ja, en dan zijn de rapagaaien natuurlijk. Tja, en over... We moeten ons geld weer in een oude sok doen. Over experimenten. Er was een boeiend experiment deze week op MNM. Dat is een radiopost van de VRT, met name gericht op jeugd en zo. En daar heeft een DJ een experiment gedaan om dus vanaf maandagochtend 8 uur alle klokken uit te zetten en zich in een ruimte te sluiten zonder ramen en zonder klokken en zonder niks. Ja. En dan dus tot en met vrijdagochtend zou die om 8 uur willen eindigen. En hij, dat werd dan, hij leefde dan op zijn eigen ritme enzovoort. En deed dan zijn programmaatjes. En de enige referentie die je een beetje misschien hebt, zijn hoe lang de liedjes duren. Want dat zie je dus wel, hoe lang ze zijn. En dan zou die naar zijn gevoel vrijdagochtend om 8 uur op de knop drukken van om de boel uit te zetten. En lo and behold, hij was er maar 1,5 uur naast. Dat was 9:30 toen die de knop uitzette. Dus exact. Dus dat blijkt toch dat je interne klok redelijk goed blijft werken zonder tijdsaanduiding. Ja, je circadiaanse ritme is dat. Maar daar was wel veel onderzoek naar gedaan, met name door mensen die dagenlang in grotten onderzoek doen. Daar heb je natuurlijk ook helemaal geen tijdsbesef. En zeker mensen die ingesloten worden door het water en geen klok hebben. Ja, en die er na een paar dagen uitgehaald worden, die zijn ook behoorlijk van slag. Want dan heb je alleen maar eigenlijk je eigen ritme. En natuurlijk ook mijnwerkers die door ongeluk weken vastzitten. Ja. Dus daar gebeurt er best wel heel veel met je eigenlijk. Mm-hmm. Ja.
Ja, en ook het ISS blijkt, dat wist ik ook niet. Heb ik vorige week gehoord dat op ISS, want daar is natuurlijk om de anderhalf uur, dag en nacht, want dat ding, ieder anderhalf uur, maakt hij een rondje om de aarde met zonsopgang en ondergang. Maar daar gaan ze allemaal tegelijk naar bed, volgens de Amerikaanse klok. Dus ze gaan wel allemaal slapen. Er blijft altijd één iemand wakker om wacht te houden natuurlijk. Dus zoals wachtdienst. Okay. Maar om een soort van normaliteit te houden, hebben ze toch allemaal van nou om 10 uur of zo gaat het licht uit op dat ding. En ze kruipen allemaal in een hangzak, slapen. Ja, ze slapen in een soort van hangende slaapzak, weet je wel. En dat wist ik niet. Dus dat inderdaad, want daar geldt dat ook. Hè. Die hebben dus geen enkele referentie verder van tijd. Oh, ik dacht dat ze dat echt in ploegendienst deden. Dat lijkt me ook wat logischer, want je hebt natuurlijk niet al te veel ruimte. En ik neem aan dat het ook een beetje ligt met het programma van experimenten. Dat zullen ze. Maar goed, het is inderdaad wel lastig als je dat ritme niet hebt. Ja, dat doen ze met name dus met z'n allen om toch een gemeenschappelijke soort van gemeenschappelijk iets te behouden. Sociaal, ook samen ontbijten en weet ik veel wat. 'S Avonds Netflix kijken en een beetje. Maar we zitten nu al 2 dagen in wintertijd. Heeft er iemand last van? Dat urenverschil? Ja, daar gaan we het zo over hebben in pek en veren. Maar eerst moeten we het dan nog even Mario laten. Ja, maar omdat we het over uren hebben en zo en verschil, dacht ik van, nou, je gooit er gewoon even in, out of the blue. Maar, out of the blue, inderdaad. En het gaat meteen weer naar de blue toe. Dus we gaan dat er direct over hebben, maar eerst even... Mario duikt in de wereld... van experimentaliteiten. Ja, ik wil het deze week gaan hebben over een Nederlandse wetenschapper, Christiaan Huygens. Geboren in 1629, op 14 april, en overleden in 1695. Dus dat is een beetje het staartje van de middeleeuwen, eigenlijk al het begin van de barok, zou je kunnen zeggen. Het was een alleskunner, wiskundige, natuurkundige, sterrenkundige, uitvinder en schrijver van vroege science fiction. Daar ga ik het al zo over hebben, heel bizar, maar goed. En dat was ook echt een experimentalist, absoluut. Hij heeft heel veel ontwikkeld. Kijk, hij deed natuurlijk in wiskunde, dus hij was een pionier van zeg maar kansberekeningen en hij heeft ook de basis gelegd van differentiaal en integraal rekenen. Dat is waar dus Newton grote stappen in heeft gezet. Maar ook aan de natuurkunde heeft hij dingen bijgebracht. Mechanica en de wetten van elastische botsingen, weet ik het allemaal. En de middelpunt vliedende kracht. En de periode van de mathematische slinger, kan ik zo uitleggen. En hij was ook de eerste, 1690, hij was de eerste die licht beschreef als een golfverschijnsel. En dan praat je dus ook over dat in de moderne natuurkunde gaat dat gebruik deel uitmaken van wat we nu hebben, de golftheorie en het concept van de dualiteit. Dus in de kwantummechanica heb je een golffunctie en je hebt een deeltjesfunctie. Dat is die dualiteit. Nou, daar begon hij al over eigenlijk. En natuurlijk ook de dubbele breking van licht. Als je een glas hebt, je duwt er een rietje in en je kijkt aan de zijkant, dan zie je een knik in dat rietje zitten. Met andere woorden, de lucht heeft een andere brekingsindex dan water. En daaruit heeft hij ook onder andere het gepolariseerde licht verklaard. En geluidsverschijnselen met interferentie en zo. Eigenlijk is het dus de eerste die de wiskunde koppelde aan de natuurkunde. Zeg maar, hij wordt ook gezien als de eerste theoretische natuurkundige. Maar wat echt interessant is, hij was ook een uitvinder. Hij heeft bijvoorbeeld een telescoop verder ontwikkeld. En hij heeft ook, en daar wilde ik het eigenlijk over hebben, het slingeruurwerk heeft hij vormgegeven eigenlijk. Er waren al uurwerken, maar die waren heel erg lomp. Dat werkte met voor de afwikkeling van de klok, dat werkte met een waag. Dat is iets wat een beetje heen en weer draait aan de bovenkant. Denk maar als je een horloge openmaakt, dan zie je ook dat wieltje steeds heen en weer draaien. Dat is inmiddels heel precies, dat gaat in een robijntje. Maar in die tijd hadden ze dat allemaal niet. En een klok kon er zomaar gemiddeld een uur per dag naast zitten.
En wat heb je eraan als je een hele precieze klok hebt? Mensen zullen zeggen, nou oké, dat betekende enorm veel. Want in die tijd kon je dus, als je de zee op ging met je boot om de wereld te verkennen, dan kon je wel de breedtegraad uitrekenen. Dat kan je met doen met een zonnetje schieten, met een, hoe heet zo'n ding ook alweer? Ik ben even de naam kwijt. Hoe heet dat ding ook alweer? De sextant. Oh ja, een sextant. Ja. Dus dat kan wel, maar je hebt dus niet de lengtegraad, want de breedtegraad is zeg maar de evenaar. En dan kan je daar met die ringen kan je naar de polen gaan. Dat is dus gewoon van A naar B, dus alsof je op de evenaar vaart. De lengtegraden, die gaan van pool naar pool. Dus die zijn verdeeld in 15 graden. Dus de hele wereld is verdeeld in al die lengtegraden. Die schenen allemaal 15 graden met elkaar. Dus 15 keer 24 is 360 graden. Dus dat zijn allemaal uren. Van meridiaan, zoals ze officieel genoemd worden, naar meridiaan. Scheelt dus een uur. Als je een hele precieze klok zou hebben, dan kan je berekenen waar je bent met zonnetje schieten en de tijd te berekenen. Dat is dus een best wel ingewikkeld concept. Maar dat is natuurlijk fantastisch, want normaal, als je het met een ouderwetse klok zou doen, ja, met een afwijking, dan krijg je ook een zichzelf vergrotende fout en weet je bij God niet waar je bent. En dat met zo'n superklok, als tenminste met een precieze klok, kan je dat dus wel doen. En met die uitvinding, dat gaf een enorme grote stap naar het precies kunnen navigeren naar plekken waar je was geweest, om je handelsschepen daarheen te sturen of zo. Dus met name dat slingeruurwerk, dat is eigenlijk waar die nog het meeste beroemde door is geworden. Omdat dat eigenlijk, zeg maar, fundamenteel de maatschappij eigenlijk heeft veranderd. Dat heeft welvaart gedracht voor ten koste van derde landen natuurlijk. Want het waren natuurlijk eigenlijk gewoon plunderaars. Dat is helemaal zo. Maar het heeft dus wel heel veel betekend. Dus heel interessant eigenlijk. Dus vandaar, dit is dus mijn verhaaltje over die bijzondere man, Christiaan Huygens. Nou, dat verdient... Ja, dat stemt me zo vrolijk, die tada. Ja, dat is echt een kinderversie van deze. Dit is de oude Windows 95 nog. Ja. Oké. <Okay. laughs> Als je iets goed gedaan hebt. Alright, dan naar de volgende blok. De praattafel bezorgt pik en veren. Deze week voor... Ja, en laten we het eens hebben over die wintertijd waar je net over begon, beste Chris. Want wat blijkt, sneller donker, want dat gebeurt er. Hè? We zetten de klok achteruit en dan is het 's ochtends wel iets eerder licht, maar 's avonds iets eerder donker. En dat betekent meer verkeersrisico's en een stijging, een gevoelige stijging van aantal ernstige ongevallen met voetgangers stijgt fors in november. Dus vraag ik me af, waarom blijven ze er zo aan vasthouden, aan die onzin? Ja, ik zou het niet weten. Kijk, ik weet niet waarom eigenlijk dat is wel zo. Het is altijd wel prettig dat als het van zomer naar wintertijd gaat, dan heb je ineens veel meer licht tot je beschikking. Als je dat kijkt, maar dit geldt alleen voor werkende mensen. Ik leef via mijn bioklok. Ik word gewoon wakker op de meest natuurlijke manier. Dat is namelijk vanzelf. Dus maakt het voor mij niet uit. Maar als zit je in het werkende leven, ja, dat is lastig. Absoluut. Ja, met die zomertijd was het eigenlijk bedoeld, als ik dat nog weet, was 1977, als we dat nog gevoerd hebben, om een gemeentelijke tijd te hebben in heel Mitteleuropa. En ze wilden daarmee een beetje ook energie besparen in de zomer, omdat het dan iets langer helder is. Mm-hmm. Ah, ja. Maar eigenlijk is de Wintertijd de normale Tijd, die we früher hatten. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, je zegt Perplexity, zomer- en wintertijd zijn systemen ontworpen om het gebruik van daglicht te optimaliseren en energie te besparen. Maar ja, met alles wat wij tegenwoordig uitstoten, vraag ik me af hoeveel die besparing is. Het is in Nederland, tijdens de Eerste Wereldoorlog deden ze het al om kolen te besparen. Ja, en dan... Ja, oké.
In 1977 werd het in Nederland als reactie op de oliecrisis ook weer ingevoerd. En het zou helpen bij de... Ja. Dus het is eigenlijk een besparingsmaatregel en meer niet. Ja, zo is dat toen ooit eens bedacht. Maar er zijn meer en meer mensen die... Maar dan liep het stuk. Er is een paar jaar geleden een Europese enquête geweest of zo. Of dat we dan permanent naar die zomerklok moesten gaan. Of gewoon weer terug en alles op die winterklok. En daar kwamen ze niet uit. En vandaar dat het nog steeds niet besloten is. Heel vreemd. Ja. Maar het is verontrustend, want hier staat het in VRT Nieuws, dus dan geldt voor België. Na de overgang stijgt het aantal ongevallen met voetgangers in de avondspits met 35%. Het aantal zwaargewonden en doden stijgt bij voetgangers zelfs met 77% in die periode. Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Kijk, ze zeggen dat komt dan door het licht, want dan word je minder gezien. Maar ik denk eigenlijk dat mensen gewoon minder geconcentreerd en chagrijnig zijn omdat ze een uur vroeger op moeten. Nee, want hoe heet dat? Nee, je kan een uur langer slapen, want de klok gaat terug. Oh. Je kan dus een uur langer slapen. Oké. Je hoort wel, het zit niet in mijn belevingswereld. Want hier staat, toename in ongevallen heeft alles te maken met de verminderde zichtbaarheid. De impactsnelheid bij ongevallen is bijvoorbeeld veel hoger. En bestuurders merken voetgangers niet op tijd af en remmen daardoor te laat en zo. Daarnaast verlopen trajecten in de avondspits tussen 16 en 19 uur nu in het donker. En dat is gewoon een disaster. Waarom schaffen we dat niet af? Laten we een beweging beginnen om dat echt nu eens... dankzij de praattafel is in 2025 de onzin met de wintertijd afgeschaft. Oké. Nou ja. Dus ja. Volkeren verzamelt u voor een goed doel en zo. Ja, heel bijzonder. Ja. Ja, en dan in Nederland vervelend dingetje met mieren. Wie had dat? Plaagmieren. Oh, plaag. Ja, het is een mierenplaag. Het is een mierenplaag van plaagmieren. Oh ja, dat vind ik boeiend. Ja. Nou ja, kijk, je hebt ook plaaginsecten. In zijn algemeenheid, dat zijn gewoon dus de insecten die voor overlast zorgen, dat zijn plaaginsecten. Ah, ik dacht dat het echt een ras was van de rode mier, de zwarte mier en de plaagmier. Nee. Dit is gewoon een overlastmier. Dus eentje waar de meeste mensen niet blij van worden eigenlijk. Maar ja, ik heb er zelf niet zoveel moeite mee. Maar ik vind het ook wel bijzondere dieren. Ik heb zelf ook een kleine kolonie... oogstmieren. Ik vind dat nog steeds boeiend. Dat groeit en dat doet. Dit is een kleine, het is hartstikke leuk. Compact. Maar die plaagmieren, dat zijn reuzen. Als je kijkt naar het fotootje en als je ziet hoe groot ze zijn. Ik ken dat nog wel van de tropen. Dat je dus zegt van die hele banden van 30 centimeter breed van miljoenen mieren van A naar B ziet gaan. En die alles, maar ook alles aanvallen wat onderweg aangetroffen wordt, zal ik maar zeggen. Dus het zijn wel... daar is het echt een probleem, maar hier hebben we natuurlijk niet al te veel last van. Een beetje overlast is vervelend. Ja. Ja, en hier gaat het om de zogeheten Yasius neglectus. Dat is een soort reuzenmier. Ja, wij associëren mieren met hele kleine beestjes natuurlijk, maar deze zijn dan behoorlijk groot. Nog niet zo groot als in die speelfilms uit de 50er jaren. Zeker. Dus. Deze plaagmier is afkomstig uit Centraal-Azië. En in 2019 werd die soort, die roodbruin van kleur, is voor het eerst officieel gespot in Nederland. En nu is er een gigantische kolonie gevonden bij een fietstochtje op de Waalsdorper vlakte. Ja. Nou ja, prima. Ik bedoel, het zijn natuurlijk invasieve exoten, met een mooi woord. En dat worden er steeds meer eigenlijk... Je hebt nu ook, ik las ook een artikeltje over wat nu weer aan het opkomen is. We hadden al die Japanse duizendknoop, dat kennen we allemaal denk ik wel. Mm. Maar nu is het weer, wat was het ook weer, de Amerikaanse vogelkers.
die bossen bedreigt. En hij wordt dan ook al de bospest genoemd in plaats van de Amerikaanse vogelkers. Ja, ja. Want als die plant ergens in een bos terechtkomt, dan neemt hij de macht over. Dan heb je alleen maar bomen en de Amerikaanse vogelkers. En die hele kruidlaag wordt gewoon, die je normaal hebt, die wordt en de struiklaag, die verdwijnt dan gewoon. Mm-hmm. Dus we hebben wel steeds meer verschraling daardoor, door de invasieve exoten. Zoals die meer en al die andere invasieve exoten. Ja. En we reizen en we nemen beestjes mee. Ja. Dus als ik het goed begreep, is dat nu met deze mier, die was eerst in steden opgedoken. En de mensen storten hun furnace uit in town. Ja. In het bos en zo komt ze in het bos terecht. Ja, nou ja, je hebt dus ook inderdaad de tijgermug. Die is naar Nederland gekomen dankzij die lucky bamboe plantjes. Dat is een bamboe stokje dat staat in nat water. Dat was heel populair. Mm-hmm. En ook in autobanden, tweedehands autobanden die naar de sloop gaan en zo. En ook uit het buitenland kunnen komen of naar het buitenland gaan. Als daar water in staat, dan kunnen muggenlarven, burger leggen hun eitjes in stilstaand water en die komen gewoon uit. En zo is hier dus ook de tijgermug gekomen en die is dan verantwoordelijk voor de gevallen, de knokkelkoorts problemen. Oh. Dengue heet dat eigenlijk, ja. Tja. Ja, dat gaan we alleen maar meer zien, want ook buiswater van schepen, dus die tanken voor de balans in de haven waarvan ze vertrekken, trimmen ze die boot uit met buiswater. Dat nemen ze daarin. En gaan ze naar de haven in ergens in Europa. Dan lossen ze die buiswater weer om te kunnen lossen en dergelijke. En dan heb je daar het water van de andere kant van de oceaan. En daar zit ook heel veel leven in. Dus het wordt steeds schraler daardoor de biodiversiteit. Bijvoorbeeld, ja. Ja, en we hebben natuurlijk ook dat, hoe heet het ding ook alweer, dat kreeftje wat nu in Nederland overal ziet. Ja, maar je hebt ook die... Ja, dat is de wolhand, die ken ik, maar ik bedoel eigenlijk de Amerikaanse rivierkreeft. Die hebben wij in Nederland dan heel veel. Ja, die is ook lastig allemaal. Ja, ja. En dan had Menja nog een aangenaam nieuwtje geleverd uit Duitsland. Een man krijgt celstraf in Duitsland omdat hij zonder medische opleiding mannen in zijn woonkamer castreerde. Jazeker. In Erfurt is een man van 75 tot 3 jaar en 10 maanden veroordeeld omdat hij zonder enige opleiding castraties heeft uitgevoerd. Hij deed dat gewoon thuis in zijn woonkamer. Godzame. Ik weet niet met wie ik meer te doen heb, met hem of die mannen, maar wat, hoe kan het dat er zoveel mannen toch gecastreerd willen worden of zo? Ja, dus dat was een man die in Erfurt, in Thüringen, dat is de hoofdstad van Thüringen, die sagte, was ob er die Idee gekommen, er kann das tun. Und er hat Videos gekeken, wie das geht, und so det er das dann anbieten. Und da sind Menschen gekommen, die hebben das gewillt, ja. Jesus. Tijdens iemand erbij die wel transgender was of zo, heb ik begrepen als ik dat las. En dat soort mensen. Ja, hier staat tijdens de zittingen getuigden verschillende slachtoffers over hun ervaring. Bij één getuige ging het om de eerste stap in geslachtsverandering. Een andere wilde pijn in zijn genitale zone bestrijden. En nog een andere wilde van zijn seksverslaving afgeraken. Nou, dan kan je beter wat kamfer door je eten gooien. Ja, wat zou je dan doen? Dan ga je naar een 75-jarige man en zet in de woonkamer en ja. Ja. En hij lees ook. En bij een van zijn patiënten verwijderde hij de penis en de tenen. Heel bijzonder. En als je daarmee wegkomt van, ik zie wat er aan de hand is, maar de ja. Dat is afschuwelijk, zeg. Oeh, ja, nou ja. Mm-hmm. Griezelig, heel griezelig zoiets. Ja, dus... De meeste van die mensen die waren er wel blij mee, als ik dat goed begrepen heb.
alsof je zeg maar naar het LOI gaat en je doet een cursus hersenchirurgie in 6 lessen. En je zoekt iemand voor je eindexamen of zo. Heel bizar. Ja, de meeste slachtoffers getuigden dat ze niet geïnteresseerd waren in een straf voor de man. De man van zijn kant beweerde dat hij de patiënt had willen helpen en dat geld slechts een kleine rol. Hij vroeg dan tussen de 500 en 2000 euro. Nou, snel verdiend. Ja. Zeker. Een uitspraak die de rechtbank betwijfelde. En hij hoopte, de rechtbank hoopt dat het voorbeeld andere mensen van dit idee gaat afbrengen. Het is nog niet definitief, want er is nog beroep mogelijk. En, maar toch, ja, wat YouTube allemaal niet teweeg brengt. Ja, de YouTube-universiteit, ja. Ja, pek en veren voor YouTube enzovoort. Nou, dan tot slot nog een klein berichtje. Kaasoplichters stelen tonnen aan ambachtelijke kaas in het Verenigd Koninkrijk. Die Engelsen toch, ja. Rare jongens. Ja. Nou, dat was zeker deze vervelende penguin van Wallace en Gromit. Ja. Ah, oké, dat weet ik niet. Ja. Hoe werkt dat? In een van de films met Wallace en Gromit was een penguin, die was de oplichter daar. Oh, ja, ik ken zelf Wallace en Gromit niet. Wallace en Gromit zijn hoe heet dat nog, de kneepsfiguren? Stop motion figuren van Aardman. Ja. Die ook Sean het schaapje gedaan hebben. Een Chicken Run. Ja. Een van mijn favoriete films, Chicken Run. En Wallace heeft een verslaving in kaas. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Maar hier gaat het om mensen die hebben daadwerkelijk kaas gestolen. En het gaat om cheddar kaas voor 360.000 euro of zo. My god, wat is dat kaas met goud of zo? Wauw. Dat is heel dure kaas, ja. Maar ja, waar laat je dat? In je eigen woning? Dan gaan de buren, die ruiken iets verdachts. Het gaat hier om 950 kazen, dus om 22 ton. Waren van Harford Welsh Biological Cheddar en Westcombe Cheddar en Pitchfork Cheddar. Die kazen hebben een aantal prijzen gewonnen en zo worden de kazen verkocht tussen... Ja, zeg maar 10, 15 euro voor een klein stukje. En, maar hoe is dit gegaan dan? Hoe steel je zogenaamd 22 ton? Ja, 22 ton is goed voor een ontbijtje, ja. Even kijken hoor, het is een soort oplichterij of zo. Of misschien dachten ze de kaasproducent een schending van het goede, ondanks. Nou ja, het mooie is, ze kunnen weer nieuwe kaas maken. Het is niet dat het een eenmalig product is. Maar hoe verberg je dat? Dan moet je echt in een gebied gaan zitten en met de wind mee moet je dan zorgen dat je niet gevonden wordt. Dan moet je in het bos gaan zitten en hopen dat ze niet met honden gaan zoeken. Dat stinkt natuurlijk als de hel. Ja, dat was een... zo ging het zo. Die firma, een distributeur van Britse ambachtelijke kaas, leverde 22 ton. Nadat het was benaderd door een persoon die zich voordeelt als een groothandelaar voor een groot Frans distributiebedrijf. Dus ergens gaan die kazen opduiken. Want ja, je kan die ook maar zo lang bewaren natuurlijk. Of het wordt, maar dan moet je toch wel de lichtjes doen branden als een Franse Engelse kaas komt kopen. Dan moet je toch denken, hier klopt al iets niet. Zeker hier als je 22 ton komt kopen, zeg maar. Ja. Maar goed, ze hebben daar een slag geslagen en die mensen een gevoelige klap toegebracht. Lieve mensen, zoals ik zei aan het begin, dit is de laatste keer dat we 2 uur lang je maandag gaan verwarmen. Maar we gaan daar van alles mee doen. En ik wil nog even terugblikken naar het seizoen. Hallo. Ja, ik heb hier de laatste tijd... Dan, je bent heel zacht tegenwoordig. Ben ik ineens nu zacht geworden? Ja. Nou, waar bent u? Ja, of je maakt gewoon weinig indruk, dat kan ook, hè? Ja, wacht even hoor. Wat is dat toch allemaal? Vandaag. Ik weet niet. Ja, ik zie dat ik inderdaad
Moet ik even kijken naar Zoom uit. Oké. Dan gaan we dat maar een beetje opfokken. Nu is het wat harder. Oké, nu ben ik wat harder. Ja? Is dat beter zo? Ja. Ik wil even een lijstje gasten afgaan die ons hebben... Wat is dat toch allemaal? Met ons, die ons programma hebben verrijkt met hun aanwezigheid. Dat waren Jenne de Cler, Nigel Williams, Leo Reinders, de Wolkenbreier, Peter van Gucht, Tristan Vaas, die hier nog vorige week was. Dan Andy Vierens, de artiest. Eddie Kona natuurlijk, een min of meer vaste gast. Bart Stouten was erbij. Lieve Pepermans, de advocaten. Peter Thiessen, de schrijver, dichter en showrunner voor tv-programma's. Bruno Christo, die we helaas een beetje missen. Ja, de kunstenaar. Sergej Lopushansky, de stand-up comedian. en onze Filip natuurlijk. En de beroemde acteur in de Mission Impossible. Ja, dat was... Ja. Philippe Ozier, ook een van de mensen met wie ik eigenlijk deze show ooit ben begonnen. Dat is nu alweer 5 jaar geleden. Kevin van den Einde, ook een stand-upper. Kibi Poitinele, die ook in de chatroom zit nu waarschijnlijk te luisteren aan de radio. Nick Tyson, de influencer en media-expert met nieuwe media. Jelle Janssens en Sophie Hanegreefs, die filmmakers zijn en documentaires maken. Peter Holvoet Hansen, de dichter, schrijver die binnenkort weer terugkomt en dat heel graag wil doen. Nira Hens, de activiste en stemcoach en alles, hele mooie stem. Hans Zinze, onze redacteur van MO Magazine. Zinzi Tilot, die ik gisteren nog weer in actie heb gezien hier in Antwerpen tijdens een heel speciale 3 uur lange geïmproviseerde jam met 5-6 muzikanten. Dat was heel speciaal. Marianne Plasmans, die bezig is met healing en dat soort dingen. Heel fijn mens. Alain Maassen, de man van Radio Apollo. En dan Jelle de Busser, de man van de cannabis. Of niet de cannabis, de hennep moet ik zeggen. Carlo van Tichelen, de communicatie-expert. Steun de Lange, die met zijn muziek-apps heel erg bezig is. Dus dat is toch een mooie, indrukwekkende lijst van gasten. Als ik iemand ben vergeten, vergeef mij bij deze in elk geval. Dus wat er gaat gebeuren vanaf volgende week is de show ook weer om 12 uur. Maar die is teruggebracht tot 1 uurtje en dan doen we alle leuke dingen. Dus Pek en Veren blijft en het nieuws en de quiz van onze Chris, die wordt iets ingekort, want we hebben dan maar 1 uurtje of zo. Verder doen we het gedicht erbij, blijft alle leuke dingen blijven en dan de wetenschappelijke zaken die verhuizen naar de woensdag, want elke woensdag voortaan van 12 tot 1 krijgen we het volgende naar je hoofd geslingerd. U luistert naar de praattafel. Wetenschap op woensdag. Zo, kijk eens aan. En dan gaan we alle wetenschappelijke zaken bij elkaar steken. Dus iedereen die daarvan smult van wetenschap en dat soort zaken, die moet dan vooral op woensdag afstemmen. Ook op praatradio.net live van 12 tot 1 uur. Dat is het idee en we introduceren dan wat aantal nieuwe rubrieken en ook stellen we ons open voor vragen waarvoor we dan een hashtag gaan gebruiken, praattafel wauw, wetenschap op woensdag, dat is WOW, wauw, vandaar. En we gaan dat inleiden zodat je op social media met het gebruiken van die hashtag ons vragen kan stellen. En natuurlijk kan je ook altijd terecht op Discord, onze Discord, waarvan we links zullen plaatsen op de website en alles, zodat je rustig mee kan doen. Dus ja, dat is even de dienstmededeling. Dus een nieuw format, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. En nadat we een boodschap hebben gekregen van onze sponsor, gaan we meteen beginnen aan de Chris. Dus nu even aandacht voor hetgeen dat onze show mogelijk maakt. So if I was okay with my moderate to severe rheumatoid arthritis symptoms. With my psoriatic arthritis symptoms. But just okay isn't okay. And I was done suddenly.
If you still have symptoms after a TNF blocker like Humira or Enbrel, Rinvoq is different and may help. Rinvoq is a once-daily pill that can rapidly relieve joint pain, stiffness, and swelling in RA and PSA, relieve fatigue, and stop further joint damage. And in PSA, can leave skin clear or almost clear. Rinvoq can lower your ability to fight infections, including TB, serious infections and blood clots, some fatal, cancers including lymphoma and skin, heart attack, stroke, and GI tears occurred. People 50 and older with a heart disease risk factor have an increased risk of death. Serious allergic reactions can occur. Tell your doctor if you are or may become pregnant. Done settling? Ask your rheumatologist for Rinvoq. And take back what's yours. AbbVie could help you save. Ik denk dat je toch maar beter een daffel gewoon kan pakken. Ja. 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 Dus ja. Ja, sponsors hebben we nodig. Dat is ons levensbloed. En een andere levensbloed is deze. Goedemiddag, wakkere praattafel podcastluisteraars op Radio Centraal. En welkom op de quiz van onze favoriete quiz. Dat was de foute. Oh, nee. Die naam zouden we nooit meer uitspreken. Oh. Goedemiddag, wakkere praattafel podcastluisteraars. Welkom op de quiz van onze favoriete quiz. En voor vandaag hebben we weer een dozijn kakelverse boeiende vragen waar we graag ook antwoorden op zouden willen krijgen. En als het even kan, de juiste antwoorden, nietwaar? En u kunt dus ook meespelen, beste luisteraar, en antwoorden via onze praattafelchat op praattafel.be en op chat te drukken. Of je kan ook heel hard roepen, nietwaar? We zijn er dus klaar voor en ik heb er zelf ontzettend veel zin in. Laten we starten met de quiz van onze favoriete Chris. Ja. Iets schief gegaan. Ja, ik zie het al. De eerste vraag, de antwoord gaat niet gegeven. Dat is een beetje iets verkeerd gegaan, Chris. Dus ja, geef de eerste vraag maar het antwoord al meteen, want dat gaat niet werken. Ierland. Oké, Ierland, ja. En wat was de vraag? Dat is die Amerikaanse show waarbij ze het antwoord geven en dan moet je de vraag als oplossing indienen. Dus. Wel, het zal je verrassen, Istvan, want jij zegt, ja, Halloween, Amerika, bla 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 bla. Nee, de oorsprong van Halloween is in Ierland. Oké, ja. Dat is het enige wat ik wist, ja. Oké, dus iedereen één punt. Laten we het dan maar eerlijk maken als iedereen één punt. Nee, je wist dat niet. Is dat, je moet jezelf geen punt geven. Want dan, ja, okay, nou, ik wist het wel. Dus ja, sorry, Ivan. Nou ja, oké, dan. Hey, daar gaan we dus maar nu. En dan vraag 2. Wat betekent het woord Halloween eigenlijk? Is dat A, geestenavond, B, allerheilige avond, C, nacht van de doden of D, spooknacht? Dus wat betekent het woord Halloween eigenlijk? Is dat A, geestenavond, B, allerheilige avond, C, nacht van de dood of D, spooknacht? Nou, als je goed geluisterd hebt, dan moet het antwoord geen enkel probleem zijn. Nee? Ja. Zo. Hey. Ja, ik ben toch echt zacht geworden, vriend allemaal. Het is dus B, allerheilige avond, en dat komt van Al Hallows Eve. Ja. Dat je al verklapt had in de inleiding er strak. Ja, en we hebben het net daarover gehad van hoe dat ontstaan is via de perplexity. Dus ja. En dan zitten we al aan vraag 3. Welke pompoen-gerelateerde traditie kwam oorspronkelijk ook niet uit Amerika, maar uit Europa? Is dat A, pompoentaarten bakken, dat trouwens heel lekker is, B, jack-o'-lanterns maken, C, pompoenen gooien, wat me wel leuk lijkt eigenlijk, of D, pompoenen bier drinken, vooral drinken, ja.
Ja, poeh. Dus welke pompoen-gerelateerde traditie kwam oorspronkelijk niet uit Amerika, maar uit Europa? Was de pompoentaartbakken? Was het B, de jack-o'-lanterns maken? Was het C, de pompoenen gooien? Of D, de pompoenbier drinken? Ja, en ik zag gisteren dat ze hier in Ravels ook een pompoenvaren hebben. Dat mensen in pompoenen roeien, roeiwedstrijd. Ja, ik heb dat gezien op tv inderdaad. Tijdens, ik weet niet meer wanneer, maar ja, inderdaad. In een enorme pompoenenvaren, ja. Ja. Het was dus beter jack-o'-lanterns maken. Is in Ierland en Schotland maakten mensen oorspronkelijk de jack-o'-lanterns van rapen en knollen. Oké. Nou, allemaal knollen rapen dus. En dan komen we bij vraag 4. Wat was de functie van het verkleden tijdens Samhain in de Keltische traditie? Is het A, om andere dorpen te vermaken, B, om geesten te verwarren, C, om oogsten te beschermen of D, om regen aan te trekken? Ja. En nog een keer. Dat er niet in Ravels is, maar in Kasterlee. Maar zwart. Dus wat is de functie van het verkleden tijdens Samhain in de Keltische traditie? Was het om A, de dorpen te vermaken, B, om geesten te verwarren, C, om oogsten te beschermen of D, om er regen aan te trekken? Ja, cool. Ja, dat zou maar gokken, denk ik, want... Hè? Ja. Nee, het is niet gokken, het is gebaseerd op wetenschap. Oké, ja, het is goed natuurlijk, ja, zeker weten. Het is dus B, om geesten te verwarren. Men verkleedde zich om geesten die rondwaalden op Samhain te verwarren en op afstand te houden. Dus als ze Chris zochten en ik verkleedde mij als een oud vrouwtje, dan dachten ze, nee, dat is Chris niet. Snap je? Zo, dat was de... Nou, je moet er een beetje eng uitzien dat je dan zeg maar de geest een beetje afschrikt. Dus in dat geval, ja, zijn er ook mensen die zich niet hoeven te verkleden. Ja. Nee. Nu ben je ineens weer een heel eind weggezakt, klopt dat? Over wie heb je het nu? Chris. Ja, nu is hij weer goed. Nu is hij weer goed, oké. Volgens mij zak jij een beetje in en verder van vraag. Die microfoon. Vijf. Ja? Dat puddinggevoel zo, een beetje wegzakken. Ja. Vraag 5. In welk Europees land begon de traditie van trick or treat? Was het A, Engeland, B, Nederland, C, Ierland of D, Frankrijk? Wow. Nu, aangezien er trick or treat een Engels woord is, denk ik dat het niet moeilijk is. Maar, dus in welk Europees land begon de traditie van trick or treat? Was dat A, Engeland, B, Nederland, C, Ierland of D, Frankrijk? Nee. Ja. Nou, nee. Er zijn er twee mogelijkheden, lijkt mij. Maar goed. Ja. Oké. Ja, maar ik denk dat dat andere mogelijkheid meer is. Trick of I give you a hit on your face. Het was A, Engeland. Oh, De traditie lijkt voort te komen uit het Engelse gebruik van souling, waarbij armen zongen om soulcakes vroeger in ruil voor gebeden voor de doden te krijgen. Ja, dat is een antwoord. Oh, wow. En soulcakes zijn dan de oorsprong van soulfood. Soulcakes, dat is vraag 8, denk ik. Ah, oké. Okay. Ben je weer op vooruit gelopen. Nou ja, goed, oké. Okay. We hebben het middenpunt bereikt met vraag 6. Welke Nederlandse traditie heeft heel veel overeenkomsten met Halloween? Is dat A, Sinterklaas, B, Sint Maarten, C, Pasen of D, Carnaval? Wacht even, ja, dan moet ik even hier... waar zat ik hier? Welke Nederlandse traditie heeft veel overeenkomsten met Halloween? Is het A, Sinterklaas, B, Sint Maarten, C, Pasen of D, Carnaval? Dat kan alleen maar Sinterklaas zijn, hè. Die heeft heel veel overeenkomsten met Halloween. Ja, enge man. Ja, zwarte enge mannen. Ja, die zijn... Maar ja, dat mag ook niet meer, hè. Het zijn nu roetpieten geworden. Zeker zo. Maar het is Sint Maarten. Kinderen lopen met lampions langs de deuren en zingen liedjes in ruil voor snoep.
Dus vergelijkbaar met... Sint Maarten, nooit van gehoord. Ja. Nee? Daar lopen ze mee. Suikerbieten, nee, is dat niet suikerbieten? Daar lopen ze bij ons met lantaarntjes rond, ja. Ja, maar dat is beneden de rivieren. Want je moet weten, Nederland is... Beneden de rivieren is het redelijk katholiek en daarboven niet. En ik heb toen in Ravels gewoond. Toen weet ik nog dat we met onze kindjes ook... Dan moesten we met Sint Maarten langs deuren gaan met zo'n mandje... En dan een liedje zingen en dan krijgen ze snoep en zo. Dus dat was ongeveer hetzelfde als trick or treat. Oké. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt eigenlijk. Maar goed, ik ben van boven de rivieren. Ja. Ja. Zo, gereformeerde dus opvoeding. Ik heb het ook weer fout. In Noord-Duitsland bestaat op oudjaarsavond iets dat noemt rummelpotlaufen. Of rummelpotlopen. Dat is met een zwijnsblaas met een stokje binnen. En dat geeft een rommelte geluid. En daarmee lopen de kindjes rond en halen ook snoepjes op. Ja, dat is grappig. De laatste productie die wij bij Champ d'Action hebben gemaakt, waar ik gewerkt heb, die produceerde zo moderne klankmuziek enzovoort van Serge Verstockt, die ook onze spotjes allemaal inspreekt. En die had een stuk gecreëerd rond de rommelpotten. En dat begon ook met vier muzikanten die met rommelpotten op het podium kwamen. En we hebben die dingen nog liggen ook nog, dus... Ja, dat is, er gaan ook geruchten rond dat ik als heel klein kind eigenlijk heel het jaar door snoepjes ging rondhalen bij de buren en bellen overal. Okay. Maar dat zijn geruchten. Ja. Dat zijn geruchten. Ja. Ja, maar het verbaast me niet. Nee, mij ook niet, eerlijk gezegd. Maar ja, prima. Het doet een beetje denken aan een guico. Dat is dan de Zuid-Amerikaanse versie waarbij je een soort trommel hebt met een veer aan de binnenkant, met een staafje aan de binnenkant. Ja. En dan moet je dat even zo nat maken en dan op een gegeven moment, wacht, hier is misschien een voorbeeldje. Dat is een rommelpot. Ja. En de guico is veel hoger. Er blijft je trommel. Dat doet me trouwens denken dat we nog een vraag 7 hebben ook. Ja. Okay. Zeurkous. En jawel hoor, hier komt vraag 7. Jullie zeggen, ja, die quiz is altijd veel te lang. En dan denk ik, ja, dat is niet mijn schuld. Dat is nog één keer maar. Vraag 7. Welke bloem wordt in veel Europese landen op Allerzielen... Dat is 2 november dan. Op graven geplaatst. Zijn dat A, lelies, B, madeliefjes, C, chrysanten of D, rozen? Dus welke bloem wordt er in vele Europese landen op Allerzielen op graven geplaatst? Zijn dat A, lelies, B, madeliefjes, C, chrysanten of D, rozen? En eerlijk gezegd, ik heb liever madeliefjes. Als ik echt mag. Dat is ook lief, hè? Lief. Ja, hè? Ja. Ja, er is wel een spreekwoord wat daar misschien mee gerelateerd is. Ja? Vertel. Nee, ik heb het niet goed. Maar pushing up daisies, dus als je begraven wordt, dat je dan uiteindelijk de bloem omhoog douwt en dat zijn madeliefjes. Maar ik heb het weer fout. Ja, want het zijn chrysanten. Chrysanten worden in de Europese vaak geassocieerd met de dood en worden veelvuldig gebruikt op graven tijdens Allerzielen. Ja. Ik denk dat dat ook een de enigste bloeiende bloemen zijn op dat moment, denk ik. Dat was maar gedacht. Ja, heel populair om het aan je schoonmoeder te geven, dat weet ik wel, maar goed, oké. Okay. Om die reden, hè? Ja. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Alright, daar gaan we weer. Wacht even voor. Inderdaad is mijn microfoon hier. Ik zit een beetje. Ja. Ja, ik zit hier met een technische knoop en ik weet niet waarom. Maar, het is wel heel luid nu. Ja, heel hard ben je nu. Ja. Zo beter. Ja. Nee, ja, het is veel stiller. Nog veel stiller. Ja, maar. Neem alles. Ik moet dan zo min 10. Iedereen moet zo rond de min 10 komen. Dus, ja. Min 10, ja. Ja. Min 10. En dat ben ik ook, ja. Nou, oké dan. Going strong. En dan maken we plaats voor vraag 8. Waar werden de eerste spookhuizen als Halloween-attractie geïntroduceerd? Was dat A, Spanje,
B. Het Verenigd Koninkrijk. C. Frankrijk. Of D. Duitsland. Dus waar werden de eerste spookhuizen als Halloween-attractie geïntroduceerd? Was het A. Spanje, B. het Verenigd Koninkrijk, C. Frankrijk of D. Duitsland? Ja, poe. Poe, poe. Poe, poe, poe. En het was Verenigd Koninkrijk. In de vroege 20e eeuw verschenen de eerste spookhuizen in Groot-Brittannië, waar Halloween populair werd. Mm-hmm. Ja. Oké. Nou ja, we gaan gewoon maar lekker door, want anders weet ik ook niks te doen. Even kijken hoor, vraag. Ja. Zijn we al zover? Hier komt vraag 9. Welke vrucht werd door Europeanen beschouwd als een symbool van de ziel en gebruikte in rituelen rond de herfst? Was het A. appels, B. druiven, C. vijgen of D. noten? Ja. Hoeveel noten heb je op je zang? Sorry. Ja, doe welke maar. Vrucht werd door Europeanen beschouwd als een symbool van de ziel en gebruikte in rituelen rond de herfst? Waren dat A. appels, B. druiven, C. vijgen of D. noten? Ja, maar nu zwak jij ook heel erg af, Chris. Je bent toch, er is toch iets gebeurd. En je bent heel zacht of je gaat van... Ja. Ja. Ben je niet goed? En het waren appels. In de Keltische traditie werden appels gezien als symbolen van het hiernamaals en werden vaak gebruikt in Samhain-rituelen. Trouwens, als je een appel niet zo in de helft snijdt, maar dan verkeerd, dan krijg je een pentagram. Hmm. De pietjes, die vormen een pentagram. Oké. Ja. Hij is dus vijfzijdig radiaal, met een mooi woord. Er zit een zekere symmetrie in dus. Ja. Van binnen, ja. Ja. Het zit van binnen. Oké. Ja. Nou, next. En aan 9 komt vraag 10. Ja, dat is misschien iets voor Minja. Wat deden mensen in delen van Duitsland op Halloween om boze geesten weg te houden? Was dat A. stenen buiten liggen? Maar ik denk die liggen er toch al, zwart, maar oké. B. kaarsen in de vensters zetten. C. zout strooien op drempels of D. maskers dragen. Ja. Dus wat deden de mensen in delen van Duitsland op Halloween om boze geesten weg te houden? A. stenen buiten leggen. B. kaarsen in de vensters zetten. C. zout strooien op drempels of D. maskers dragen. Ja. I don't know anything about it. Ja. Ja. Dus. Zo, goed gegokt. Okay. Ja. Ik had het eerst juist en dan heb ik het nog een keer veranderd. Het was dus zout strooien op drempels. Men geloofde dat zout boze geesten op afstand kon houden. Een traditie die in veel Europese landen voorkwam. Nou, okay. Ik heb het nog nooit gedaan, ja. Vandaar dat je door geesten bent bezocht. We zijn er die bijna door, want hier komt vraag 11. Welke planten werden in het oud-Europese tradities gebruikt om kwade geesten af te weren tijdens de herfstvieringen? Zijn dat A. brandnetels, B. eikenbladeren, C. knoflook of D. laurierbladeren? Dus welke planten werden in oud-Europese tradities gebruikt om kwade geesten af te weren tijdens de herfstviering? Waren dat brandnetels, B. eikenbladeren, C. knoflook of D. laurierbladeren? Ja. Ja. Ik zou denken, denk aan vampieren.
Ja, die had ik ook. Yes. Ja, gelukkig. Ja, met, want met je adem kan je heel veel afweren. Absoluut. Ja, meer dan kwade geesten waarschijnlijk. Maar knoflook werd door veel Europese culturen gebruikt om boze geesten en vampieren af te weren vanwege hun sterke geur en geneeskrachtige eigenschappen. Ja. Nou, oké, dan gaan we naar de laatste. De laatste vraag van vandaag. Vraag 12. Welke vogel werd in veel Europese culturen geassocieerd met de dood en het hiernamaals? Was het A, de uil, B, de zwaan, C, de kraai of D, de valk? Nou ja. Welke vogel werd in veel Europese culturen geassocieerd met de dood en het hiernamaals? Was dat A, de uil, B, de zwaan, C, de kraai of D, de valk? Zullen we allemaal wel goed hebben, denk ik. Ja? Ja, ja, zoiets, denk ik. Vermoedelijk. Ja. De kraaienmars. De kraai. In verschillende Europese volksverhalen werd de kraai gezien als de boodschapper van het hiernamaals. Vaak ook een voorteken van de dood. Alright. Nou, dan meteen maar door naar de uitslag. Hè. Iedereen toch heel benieuwd? Spannend. Niet echt. Dus even kijken hoor. 6 en 7 geresumed. Ja, en dan komt hij. Tada! Ik ben gewonnen. Onderop zelfs. Doe maar. Wauw, ik heb een 9 goed. Dat is wel heel speciaal. Heb maar je heel goed gegokt. Maar nu van alle 8 stuks, Minja 7 stuks en Mario weet niks van Halloween. En ja, maar ik ben heel eerlijk, hè. Ik heb bijvoorbeeld niet Wikipedia openstaan of zo. Hè. Ja. Nee. Ik ook niet. Nee, ik ook niet. Maar jij bent natuurlijk atheïst, dus je bent helemaal niet met het geestelijke bezig. En allerheiligen heeft alles met heiligen en tradities en zo. Ja, Nee, ik heb dat verdrongen, zeg maar. Ja. Dus in elk geval, ik wederom geen BMW dan voor mij. Maar dat was weer een boeiend trivia bad en zo. Dus volgende keer doen we dat ook wel maar iets korter. En misschien dat er dan meer mensen aanhaken enzovoort. Dus dat zal voor de volgende aflevering zijn. Dan gaan we naar het wetenschapsnieuws. De laatste inzichten. Zeker weten. En nog één keer op maandag wetenschapsnieuws. Dit verhuist dan ook naar de woensdag. Dus als je daar heel erg veel aandacht aan wil geven, of als je dat heel erg fijn vindt om te horen allemaal, dan vooral woensdag luisteren tussen 12 en 1 op praatradio.net live. Maar had jij niet gezegd dat dat pas in december was? Nee, de eerste is volgende week. Hè. We beginnen volgende week met het nieuwe format. Ja, zeker. Ah, omdat jij zei, december op 6, gelijk Sinterklaas. Nee, dan ben je in de war hoor. Want het staat ook in de agenda en in de document en in de planning enzovoort. Maar het maakt niet uit, Chris. Iedereen kan er wel eens naast zitten. Misschien dat ik in de fout iets geroepen heb, maar mijn fouten zijn niet fout. Niet fout. Ik wou nog iets zeggen voor de laatste vraag, voor welke vragen. In Noord-Duitsland is het vaak de kerkuil die realiteerd wordt met de dood. Omdat die mensen vroeger zaten ze, als iemand ziek was, zaten ze ook in de nacht en zaten te wachten. En de enige vogel die je dan hoort is de kerkuil. Dit trittert laut en zo, dit was de dode vogel dan. Ja. Dan krijg je extra 3 punten voor Minja, dus je hebt gewonnen vandaag. Proficiat. Zo is het. Dus je wint geen auto. Nee. Nee, perfect. Ja. Nou, leuk. Ja.
Ja. Ja. En daarmee verlaat ik jullie voor vandaag. Ik moet nu naar een vergadering. Ja. Er komt iemand van het jobcenter. En tot volgende week. Nou, tot volgende week. Ja, leuk dat je er was. En tot volgende week. Ja, doei. Succes ermee. Goodbye. Doei. Bye bye. Goed, wij waren aangekomen bij het blokje wetenschapsnieuws. Ja. En ik las dan iets op Vanland. Geen pijnlijke arm meer. En een kleinere dosis. Belgisch bedrijf werkt aan adapter voor vaccinspuitjes. Dus er zijn toch nog steeds mensen die dat niet zien zitten. Zo'n naald in hun lijf. Maar dus nou, dan, zeker. Ja. Ja, die hebben... Nou ja, het goede... Ja, zeg het maar. Nou, het is niet alleen minder pijnlijk, omdat je... Normaal gaat dat intramusculair, dus ze douwen een naald in je spier. Of dat is intramusculair, moet ik zeggen. En intraveneus is via je adem. Maar dit gaat via de huid. Dus intradermiaal of zoiets dergelijks. Dus dat betekent... daar zitten ook heel veel systemen die zelfs nog beter geschikt zijn om het te verspreiden dan in je spier. Maar wat de grootste winst volgens mij is dat de dosis veel kleiner wordt. Daarmee wordt het veel goedkoper en kan je veel meer mensen vaccineren. Dus dat is alleen maar winst eigenlijk. Ja, geweldig. Tja. Dus... Ze zeggen het is veel moeilijker om te vaccineren via de huid, zegt een vaccinoloog op VRT van het UZ Gent. Je zit al te snel diep in de huid. Je mag de naald maar 1 à 2 millimeter diep steken. En duurt een tijdje via de spier. Maar dat is precies wat IDVAX, dat is een Antwerpse start-up. En die hebben nu 3 miljoen opgehaald. Misschien moeten we daar eens kijken of dat we naar de Chinees kunnen. En die gaan dat oplossen met hun VAX-ID. VAX-ID, een plugin. Het is een plugin. Ja, dat heb ik ook op Cubase en zo. Ik heb tal van plugins. Moet het makkelijker maken om niet te diep te prikken. Het principe is eenvoudig. Ja. Nadat de dokter het vaccin heeft opgetrokken, moet hij het spuitje monteren op een adapter. En die wordt dan loodrecht op de huid geplaatst. En dat helpt om precies te prikken. Ja. Dat had ik ook kunnen bedenken. En sterker nog, als het er is, kan ik het zo voor je uitprinten. Dus ik vind het wel een heel... het is geniaal moeilijk is het niet eigenlijk. En dat volgens mij kan iedereen dat wel ontwikkelen. Maar zij hebben gescoord. Het lijkt me een heel eenvoudig apparaatje. Het is gewoon een dingetje dat wat je op je huid zet. En je moet zorgen dat die naald niet dieper kan. Nee, maar dan... De Ozempic-pin. Die zit je ook zelf, die zit je ook recht op de huid, maar dan met een kleiner naaldje, als ik het goed begrijp. Ja, ja, je moet wel zorgen dat de lengte van de naald bekend is, hè? Want het is een soort vierkant adaptertje waar de injectiespuit, die doet er aan de voorkant op, dus de injectiespuit en dan is dat kokertje precies zo lang dat de naald maar inderdaad maar een millimeter in je huid kan. Maar ja, als je een ander model spuitje hebt wat een paar millimeter langer is, dan moet je toch een ander adapter maken. Want ik neem aan dat niet alle injectiespuiten exact dezelfde... Eigenlijk wel in die wereld. Als je kijkt naar die spuitjes, die koop ik ook regelmatig. Tenminste, met één. Ik heb er een paar zakken van gekocht. En die gaan echt per 100 of zo. En dat is echt gestandaardiseerd. Dus daar zou ik me niet echt zorgen om maken. Nou ja. Het is gewoon vermoedelijk een 5 milliliter spuitje. En dat is gewoon wegwerpmateriaal. Mm-hmm. En je hebt dan de afstand van, zeg maar, waar die spuit, waar de naald de spuit raakt, dat is ook gestandaardiseerd. Want daar klik je ook over het algemeen ook andere dingen op vast in een ziekenhuis of zo. Dus die lengte is heel precies bepaald. Mm-hmm. Dus een adaptertje te maken, waardoor die zorgt dat die niet dieper dan 2 mm kan, lijkt me ook niet al te ingewikkeld. Maar je moet er maar opkomen, dat is het eigenlijk. Ja, zeker weten. Hier, hij zegt vooral als er een tekort is aan vaccins, kan dat interessant zijn. Zeker als er een nieuw vaccin is ontwikkeld. Maar bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld de rabies, daar is altijd tekort aan bepaalde vaccins. Zoals tegen hondsdolheid, terwijl veel mensen dat nodig hebben.
als je gebeten bent door een hond die besmet kan zijn enzovoort. Dus we hebben dat al getest voor mRNA-vaccins. Maar daar hadden we niet zo'n goede resultaat. We zullen dat dus per vaccin goed moeten onderzoeken. Of de immuunreactie via de huid even goed is als met een prik via de spier. Ja, dus het is een oplossing. Niet alles voor iedereen, maar toch, ja. 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 Ja, nou ja, goede ontwikkeling, hulde. Ja. Zeker. Ja, en Chris die noemde al iets van over Ozempic. En daar mogen jullie het even over hebben. Want ik moet even naar een klein vergaderingetje hier om de hoek. Dus ik ben over een minuutje terug. Je moet een fax. Ja. Ik las, nou ja, Ozempic, jij gebruikt dat, hè? Ik gebruik dat, maar ik las in Discord iemand had dat gepost dat het ook goed zou zijn voor de nieren, hebben ze gevonden. Ja. Sterker nog, ik ken dat artikel. Ik vond het ook heel bijzonder, want het is een beetje een wat ze dan noemen in een all medicine vaccine of iets dergelijks. Want het werkt, het is soms weer zoiets wat dus veel meer effect heeft dan dat we denken. En in dit geval zijn het allemaal positieve dingen, want die semaglutide, want dat is de werkzame stof. Ozempic is zeg maar de fabrikant. Maar noemde je het nu net een oude mannenmedicijn? Of had ik het verkeerd? Nee, nee, het is een medicijn voor alles. Dus ja, een old. Een all. Ik had verstaan old. Old. Nee, nee, iets wat voor veel meer dingen werkt. En het blijkt dus inderdaad met de eerste kleinstalige studie... hebben ze dus met een dubbelblind onderzoek. Dus de helft kreeg niks en de andere helft kreeg wel wat. En ook de dokters wisten niet wat ze gaven. Toen bleek inderdaad dat ruim de helft gewoon een afname aan schade had aan de nieren. En de controlegroep, die veranderde helemaal niks. Dan kan je namelijk meten met hoeveel eiwitten er in je urine zitten. Dan kan je zien hoe sterk de werking is. Die test. Ja. Maar ook ontstekingen in de nieren namen af en de bloeddruk werd verlaagd. En als bijkomend effect is waar ook heel veel mensen het cosmetisch voor gebruiken. Ze raakt ook wat overgewicht kwijt. Dus het is dus inderdaad helemaal te gek eigenlijk. Dat is alleen in de beginfase. Omdat eigenlijk het product, je vermagert er niet echt van, maar je eet minder. Het geeft als je eet een voller gevoel. Wat wel raar is, want in het begin had ik daar enorm last van niet. Maar je bent dan iets aan het eten en dat is kei lekker. Maar halverwege krijg je geen hap meer binnen. En ik moest in het begin zo... pakte je een broodje met Amerika aan het eten bent. En normaal eet ik die dingen helemaal op. En dan zo halverwege was het gedaan. En dan kreeg je geen hap meer binnen. Dan moest je dat weggooien. Daar had ik vooral in veel last. Ja, ik denk dat het ook zo werkt met een maagverkleining. Dat sommige mensen zijn heel erg obese en dat is dan een beetje het laatste redmiddel. Maar dat lijkt me ook zoiets van, je eet iets en op een gegeven moment zit je gewoon vol, lijkt mij. Ik weet niet helemaal precies hoe dat werkt. Maar aan de andere kant is ook een geestelijk iets. Want ik heb dus ook wel gezien dat mensen dan zeg maar een tijd lang vloeibaar voedsel moeten nemen. En dan heb je van die mensen die dan inderdaad een maagverkleining hebben gehad en die kunnen alleen maar vloeibaar drinken, dat ze dan echt proberen een pizza in de blender te douwen, zodat ze toch die smaak hadden. En dan begrijp je het niet helemaal, denk ik. Maar goed. Nee, dat zal niet. Maar die semaglutide, dat is echt dat is helemaal te gek eigenlijk voor heel veel dingen. Dus dat zijn medicijnen daar heeft de mensheid wat aan. Bijvoorbeeld, je hebt heel veel stofjes. Je hebt wel wat medicijnen die voor heel veel dingen werken en dat is waar je ook graag naar op zoek bent natuurlijk. Ja. Dus ik vind dat best wel een heel goed artikel eigenlijk. Heb jij trouwens ook wel last van de bijwerkingen gehad of niet? Nooit. Niks. Nooit? Maar ik heb nooit last van bijwerkingen. Ja. En, zeg maar. En heb je dan... Maar je bent wel gewicht verloren, neem ik aan. Ja. Absoluut. Ja, dat daar is het ook voor. Ja. Tenzij de bijwerkingen natuurlijk zodanig zijn dat het weer gewoon wordt, als het ware. Van dat ik al bijwerking was en dat ik nu terug normaal ben. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Ja, oké. Maar je leest ook veel negatieve dingen over Ozempic, dat het slecht is. Chris, jij zakt dus af en toe helemaal zwaar weg. Maar er verandert niks bij mij.
Ja, maar ik zie het hier aan de meter. Misschien moet je echt wel op de microfoon blijven. Want als je er ook maar even afgaat, zoals ik nu deed, dan is het weg, hè? Ja, maar dat is een probleem dat ik ervoor nooit had. En ik zie terwijl dat ik spreek dat het ook al gebeurt. Alhoewel dat ik niks verkeerd doe. Dus ja, ik weet niet hoe dat er komt. Ja, misschien moeten we straks eens even naar je Focusrite kijken. Misschien de knopjes rommelen. Dat kan soms dat een soort... Ja, maar dat kan niet aan en uit gaan. Hè? Nee, maar sommige potmetertjes die maken soms slecht contact. Hè? En dan krijg je zo krakende potmetertjes. En het kan zijn dat er iets gewoon net een beetje slecht contact maakte. Waardoor die dan ineens... Maar ja, als je er maar goed dicht op blijft, dan komt het allemaal dik in orde. Hey, nieuw device. Ik weet niet wat dat voor belangen. Zaps bacteria on the skin, potentially preventing infections. Je hebt dat bekeken? Ja, ik vind het wel interessant. Ja, het werkt. Kijk, normaal heb je een microbioom in je lijf, maar ook een microbioom. Dus allemaal organismen die voor jou werken op je huid. En dat zijn over het algemeen... De meest gangbare, dat is de Staphylococcus epidermidis. Dat is een huidbacterie die ervoor zorgt eigenlijk dat andere bacteriën geen kans hebben en dergelijke. Maar komt diezelfde bacterie in je bloedstroom terecht, dan kan die schadelijk worden, laat ik het zo zeggen. En wat ze dus nu hebben gemaakt is een soort pleister. Die geeft om de zoveel tijd een elektrische impuls af. En wat gebeurt er dan? Dan worden die bacteriën, die kan je dan min of meer reguleren. Want dan vermenigvuldigen zich minder. Kijk, en dus wat ze doen is eigenlijk... Dus die epidermidis, dus die bacterie, die reageert eigenlijk alleen op die apparatuur, op die elektriciteit als de omgeving zuur is. En gezonde huid is zuur, maar zieke wonden en chronische wonden, die zijn basis of alkalisch. Dus dat is precies tegenovergestelde. Want je denkt maar accuseer, dat is minder dan pH, pH 3 of zo. En is het meer dan pH, dan wordt het basis. Denk maar aan accuseur versus ammonia of zo, dat is sterke basis. Nou, wat gebeurt er dus? Je kan dan dus dan zeg maar een speciale hydrogel op die pleister doen. En iedere 10 minuten geeft die pleister een paar seconden lang een puls af aan de huid. Van ongeveer 1,5 volt. En dan kan je dus zeg maar het verminderen van bijvoorbeeld de biofilms. Dus dat laagje kan je dus verminderen in dit geval met bijna 10 keer. Dus, dus dat werkt perfect eigenlijk. Hmm. Ja. Dus het is een manier zeg maar om bacteriële infecties te helpen voorkomen. Zonder dat je zeg maar bezig moet zijn met antibiotica. Want dat is dus het probleem. Ja, die streptokokken, die kunnen dus ook heel slecht zijn. Trouwens, een klein weetje, als we het hebben over kokken, dan zijn het altijd balletjes. Dus je hebt monokokken, die kokken. En maken ze een mooi kettingtje ervan. Dus dan heb je een kralenketting, dan zijn het streptokokken. En zitten die balletjes als een soort duiventros bij elkaar, dan zijn het stafilokokken. Ah. Dat even een kleine wetenswaardigheid. Ja, ja, en heb je ook bacillen, dat is ook een andere vorm. Ja, maar goed, kan ik het over hebben een keertje. Ja. Ik wil even, kan het zijn of ligt het aan mij, maar zijn we net 2 rubrieken voorbij gestoken? Ja, er zijn een paar dingen een beetje door de war. Maar goed nieuws, wetenschapsnieuws, het is allemaal goed. Maar nu weer een beetje orde in de zaak, want we gaan... In de chaos. Ja, dan doen we nu maar wat er normaal moet komen. Ja, vandaag is alles een beetje vreemd. Oh ja. De praattafel brengt u gedichterbij. Ja, take it away, Chris. Waar gaan we het over hebben? Wel, het is een gedicht van een zekere Robert Frost. En dat was eigenlijk de belangrijkste in de Amerikaanse literatuur. Hier staat Carl Sandburg, sorry hoor.
Theme in Yellow van Carl Sandburg. Nee, dus Carl Sandburg wordt gezien als de belangrijkste in de Amerikaanse literatuur die hielp om de poëzie toegankelijk te maken voor het grote publiek. Oké. Hij wordt vaak in één adem genoemd met andere grote Amerikaanse dichters, zoals Robert Frost. Voilà. Oké. Ik ken David Frost wel van de praatshows. Die was op de BBC zo'n interviewer, David Frost. Maar goed, het zal allemaal wel uit dezelfde goede familie komen. Ja, en het is normaal gezien een Engelstalig gedicht en het noemt Team in Yellow. Maar het is vertaald door iemand. Oké. Ja, misschien iets van wat horrorgeluiden en het gaat natuurlijk inderdaad over het onderwerp. Dus het kan beginnen. Het gaat beginnen. Ik stippel de heuvels. Met gele bollen in de herfst. Ik verlicht de maïsvelden. Oranje en tanig gouden trossen. En ze noemen mij pompoenen. Op de laatste dag van oktober, als de schemer valt, geven kinderen elkaar de hand en dansen zij om mij heen, zingen spookachtige liedjes en liefde voor de oogstmaan. Ik ben een pompoenlantaarn met verschillende tanden en de kinderen weten dat ik maar doe alsof. Het volgende item voelt u zich beter. Hier is goed nieuws. Ja. Ja, het goede nieuws. We hebben er al een paar toevallig aangeraakt. Maar laten we even bij het muzikale blijven. En we gaan even luisteren naar een stukje muziek. En dat is niet zomaar een muziek. Maar dat is bij Sarah Gillis. En dat is een dame die moment op het ISS rondom Heens cirkelt. En zij is een van de twee die eigenlijk mee terug hadden moeten gaan met die Boeing Starliner. Maar ze zit nu vast op het ruimtestation. En ze weet niks beters te verzinnen dan een stukje muziek te maken. Want op de een of andere manier is daar een viool aan boord gekomen. Dat is misschien gesmokkeld of zo. En laten we eens even luisteren hoe dat klinkt. As we travel around our beautiful planet Earth on this 5-day mission, we wanted to share this special music moment with you. Bringing together global talent, this performance symbolizes unity and hope, highlighting the resilience and potential of children everywhere. Here is Ray's theme by John Williams, brought to you from the stars. Ja, maar komt-ie? Volgens mij is dat niet diezelfde vrouw. Oh, ja. Ja, we gaan niet het hele stuk spelen, anders krijgen we weer een sabam-probleem. Maar het is inderdaad niet die dame, nee. Dat waren Butch Wilmore en Sunny Williams. Ja. En die zitten dus een beetje vast nu. Maar wat mij aan deed denken, of omdat deze dame ook dezelfde haar heeft. Dus die hebben zo krulhaar en vrij lang haar. En in dat ruimtestation zien ze eruit als een soort extreme... Ja, hoe noem je dat zo? Een enorme knothol. Ja. Ja. Maar dus voor alle duidelijkheid, die mevrouw die zit dus op ISS en die speelt daar de viool.
Terwijl dat er op aarde een orkest zit en er is een groot doek achter en dan zie je die vrouw dus spelen en dat orkest speelt mee. Dat is eigenlijk het punt. En sterker nog, dat hele orkest, het is niet een heel orkest. Het zijn heel veel orkesten in allerlei landen waarbij in Afrika ergens zit de blazerssectie en de eerste vioolsectie zit dan ergens in Engeland. Dus op een aantal plekken zit het ook van elkaar verwijderd, dat hele orkest. En dat gaat allemaal in sync. Tegelijkertijd wordt dat gespeeld. En dat is nu heel bijzonder eigenlijk. Ja, het is echt... het is ook een fraai stuk. Het is ook echt... Ik zou hem zeker een keertje afkijken. Ik krijg er in ieder geval wel een warm gevoel van. Het is wel heel erg mooi gedaan allemaal. Ah, ja, geen makkelijk stuk, maar ja. Nee. Dus ja, dat is ook dat is goed nieuws eigenlijk. Dus de creativiteit kruipt waar het niet gaan kan. Zeker weten. Hey, wat lees ik hier nou? Vincent van Gogh krijgt zijn eigen nationaal park in Noord-Brabant. Ja. die plannen zijn er. Ik heb het niet zo gevolgd, moet ik zeggen. Maar oké. Het is een soort ook een, hoe zeg je dat? Natuurlijk ook een verkoopsargument voor het aantrekken van toeristen en zo. Ja. Maar ja, het is leuk. Dus het is weer zoiets wat. De wereldberoemde schilder Vincent van Gogh krijgt in zijn provincie Noord-Brabant een nationaal park. Staatssecretaris Jean Rumeny van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft de officiële status van nationaal park verleend. Die status zet het gebied extra op de kaart en wordt een krachtige motor. Het is een soort natuurpark. Het is nou geen ding met allemaal draaien. Het is geen Efteling of zo wordt het. Nee. Het is 120.000 hectare groot en ligt tussen Den Bosch, Tilburg, Breda en Eindhoven en Helmond. Al met al een kwart van de hele provincie. Wauw, wat is dit voor... Nou, dat vind ik prima, want alles is vol aan het groeien met bebouwing en met veeteelt en akkerbouw. We hebben natuurlijk bijna geen natuurlijke gebieden meer, want Nederland is echt heel vol. Ja. Dus ja, dit is dus goed nieuws, absoluut. Ja, ja. Van Gogh. Ik vind wel dat ze zo de park moeten ontwerpen. En als het dan helemaal ontworpen is, er een stukje moeten afsnijden. Dan zit daar dan een McDonald's of zo. Als symbool voor de oor. Ja. In de vorm van een oor. Ja. Dat je zeg maar via trommelvlies naar binnen gaat. Ja. Mm-hmm. Het Van Gogh Nationaal Park is een vernieuwende aanpak. Een park waarin niet alleen natuurgebieden en landschappen liggen, maar waar boeren en ondernemers met bedrijven, overheden en natuurorganisaties intensief samenwerken om economische ontwikkeling, woningbouw en vitale landbouw te koppelen aan het versterken van natuur, water, biodiversiteit en klimaat. Dit lijkt me een hele ingewikkelde opdracht als je daar een autosloperij hebt. En weet ik het allemaal, want dat is toch wel een heel gebied met steden en dorpen en industrieterreinen en alles tegelijk. Maar dus terwijl nationale parken dan ook veel meer verbinden met economie en samenleving. Nou, alleen maar prima, ja. Ja. Er liggen maar liefst 46 Van Gogh monumenten in het gebied. Met Vincent als gezamenlijke drager voor deze regio combineren de organisaties het erfgoed en het verhaal van Vincent met liefde voor natuur, landschap en het boerenleven. Interessant. Wij zijn nooit eens een keer met mijn echtgenote waren we op doortocht door een of ander dorp. En we zijn ergens gestopt voor koffie. En ineens zaten we in een woning waar hij toch een tijdje heeft gewoond. Ik weet niet meer in welk dorp, maar dat was in de buurt van de grens van België, Vlaanderen, Nederland of zo. Even kijken. Ik krijg hier een berichtje. Dat zal dan zo wel binnenkomen. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Ik krijg hier een seintje. Ik zie ook een post staan dat 23,2 miljoen Amerikanen, of 7% van de Amerikanen, denken dat chocomelk van een bruine koe komt. Ja. En waarom verbaast me dat? Laat maar raden, dat is voornamelijk bij de Republikeinen, met name van de Heartlands.
Ja, dat kan niet anders. Ja, maar dat dan zegt ben je toch gek als je dat gelooft. Het zijn toch, maar dat zegt ook veel over de Amerikanen. Want ik denk dat er net zoveel nog steeds betwijfelen of er ooit een maanlanding geweest is. Ja, ja, dat is echt waar daar. Ja, triest eigenlijk, hè? Ja, ja, heel bizar. Ja. Het zijn van die zeer besloten gemeenschappen daar. En alles wat een paar kilometer buiten het dorp ligt, is gewoon onbestaand allemaal. En ze zijn inderdaad, een vrij groot gedeelte van de Amerikanen heeft geen echte wereldinzicht of zo. Ik bedoel, dat is griezelig. Vandaar ook dat. Volgende week zeker, hè? Is het de verkiezingen? Is dat niet volgende week al? 7 november. Ja, 5 november. Ja. Dinsdag. Nee, volgende week dinsdag, 5 november. Ja. Is het feest in Amerika. Het is altijd de eerste dinsdag van november. Ja, maar het is inderdaad wel heel raar als je er goed over nadenkt. Dat er zoveel mensen zijn die toch geen notie hebben van de rest van de wereld. Ja. En je ziet het. Nou ja, het is, wij zijn natuurlijk in België en in Nederland internationaal georiënteerd. Maar dat heb je daar natuurlijk veel minder. Daar is helemaal niet, blijkbaar. Nee. Er is een journalist die vroeg van... Ja, wat denken de Amerikanen dan over Europa? En die Amerikanen zeiden, wat denken niks over Europa? Punt. Nee. Ja. En die denken echt dat Nederland de hoofdstad van Amsterdam is. Ja, ze zien dat als een afschuwelijk sociale hel van socialisten en dingen en zo. En ja. Net zoals Canada vinden ze ook een hel, want ze moeten niks hebben van publieke diensten en publieke medische zaken en zo. Dat vinden ze allemaal socialistisch, communistisch, marxistisch en zo. Dat is echt onwaarschijnlijk. Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk ook die rare periode gehad in, wanneer was dat ook alweer, die McCarthy-vervolgingen van zogenaamde communisten en zo. Ja, ja. Ja, dat is wel een beetje een... Ja, dat is heel raar. En het is natuurlijk veel individualistisch. Dus één moment ben je de man omdat je geld hebt en stort. En ben je door omstandigheden in één keer kwijt, ben je ook gelijk een paria. Er is dus geen solidariteit en geen... Nee. En dat is heel... Ik zou niet in zo'n maatschappij willen leven eigenlijk. Nee. Nou, ze noemen het de land of opportunity, maar dan daarbij tegelijk, als je dus niet gelukt bent om met die opportunity iets te doen, dan ben je ook een loser. Want het zijn winners en losers. Maar, je ziet ook, ik heb ook weer zo'n docu gezien van inderdaad het feit dat er heel veel mensen eigenlijk een pensioen opbouwen via het bedrijf waar ze werken en niet dus in een fonds zoals hier. Er gaat zo'n bedrijf failliet, zoals bijvoorbeeld Enron, dat je dan ziet dat er dan mensen blijven zitten met een pensioen van $10 in de maand. En die hebben daar dan 40 jaar gewerkt. Mm-hmm. En die gaan gewoon de armoede in. En dan kan je het ook echt uitzoeken. Dan is er helemaal niets. Ja, je moet dus ik vind het ook een hele hardvochtige maatschappij eigenlijk. Je moet alles privé regelen. Zelf privé regelen. Zelf een pensioenverzekering. En zelf pensioen sparen. Dat zijn de 401k's. Dan kan je dus geld wegzetten op een rekening. Belastingvrij. En dat wordt dan dat kun je dan aanspreken. Maar wat er nu dus veel gebeurt is dat mensen zodanig moeilijk zitten met dingen. Dat ze hun 401k's al aanspreken op het moment dat ze nog lang niet aan pensioen toe zijn. En dat op het moment om allerlei problemen op te lossen met medische problemen, je zal dan maar een niersteen krijgen. Dat kan je zomaar tienduizenden dollars kosten als je niet verzekerd bent via een bedrijf. Hè. En, dus dan ga je maar een kleine pronostiek. Enig idee wie dat er gaat winnen? Nou, ik houd voorlopig op Kamala. Want begint te stijgen zo in de... Maar ze was wel aardig afgezakt. Hè? Nu is het hard tegen hard als je dus nu de spotjes hoort. Mm-hmm. Van die vriendelijke presidentiële Kamala is natuurlijk ook niet al te veel over. Hè? Nee, maar het is echt hard tegen hard. Die geeft elke dag een miljoen, hè? Wordt er getrokken. Ja. Dus die heeft een... noem het daar, dat je moet tekenen. En dan teken je eigenlijk voor het eerste en tweede... grondwet in Amerika, hè, de vrijheid van spreken en de vrijheid om een wapen te dragen. En je tekent dat omdat ze niet mogen zeggen, ja, je moet tekenen voor op Trump te stemmen. Maar eigenlijk wil dat een beetje hetzelfde zeggen. Mm-hmm. Maar ondertussen hebben ze ook al die e-mailadressen, want dat is online.
Dus miljoenen mensen tekenen dat en ze denken, ja, ik kan een miljoen winnen. En ondertussen hebben ze die e-mailadressen en worden die bestookt met Trump-campagne verhalen. Maar het is wel zo, dat Kamala Harris ook een miljard heeft opgehaald. Hè? Ja. Dus het zal wel zeker iets schelen, maar het kan alle kanten op gaan, dus ik hou mijn hart vast. Ja. Ik meen echt, ik denk dat we echt een rapengaar zijn als Donald het wordt. Ja, Donald die heeft zijn geld voornamelijk opgehaald met een stuk of 5-6 miljardairs, zoals Elon Musk en nog een paar van die types, Peter Thiel. Elon heeft 120 miljoen gegeven. Ja, dat kan niet missen, want hij is nu 280 miljard waard. Maar was er een grote bijeenkomst in New York in Madison Square Garden met Trump. En er waren een heel aantal sprekers, maar daar zijn toch een paar dingen goed fout gegaan. Want er was een van de sprekers die had gezegd dat Puerto Rico een drijvende afvalbak is. Garbage patch in de ocean was het en zo. Dus daar hebben ze toch niet veel vrienden mee gemaakt. Nee, maar het is ook een staat in Amerika, geloof ik, hè? Ja, het is een protectoraat. Het is niet echt een staat die kan stemmen. Men beschouwt het als Amerikaans. Ja, zeker weten en zo. Dus hij is niet echt aan het scoren. En de laatste tijd roept hij vreselijk vreemde dingen. Hij had een toespraak over een beroepsgolfer, Arnold Palmer. En op een gegeven moment, dit moet ik eigenlijk niet vertellen. Maar mannen die met hem onder de douche gingen na een wedstrijd kwamen naar buiten met een verbaasd gezicht van my god, wat was dat? Dat ging dan over het formaat van zijn geslachtsdeel en zo. Ik bedoel, terwijl Kamala gaat over kinderopvang en over bedrijven opstarten en dingen. En hij is echt bezig met haaien en elektrische boten. En, huisdieren die door immigranten worden opgegeten. En, verslagen belachelijke. Maar dat is Amerika. Het is gewoon een knetterharde maatschappij. Er is ook zo'n liedje over, hè? That's life. You're riding high in April, shut down in May. Dus het gaat op en down en je moet het helemaal zelf uitzoeken. Yes. En dat zie je dus nu eigenlijk ook. Ja. Mm. Hey. Maar goed dat wij in België een goede politiek hebben. Gent was gisteren ook weer een mooi verhaal en zo. Nou ja. Maar we gingen het niet over politiek of sport hebben in deze show. Hè? Nee. Zoals gebruikelijk een vooruitblik. Wat staat ons te wachten allemaal deze week? En dan kijk ik eerst maar naar Mario. Hè, want hij heeft zo'n drukke agenda deze week, altijd. Morgen moet ik weer naar het ziekenhuis voor een onderzoek. En ik moet daar zijn om 8:00 ochtends. Dat is in het holst van de ochtend. Nachtmerrie. Zo'n midden in de nacht. Men noemt het ochtend. Maar ik heb daar hele slechte associaties mee. Toen ik nog muziek maakte, was het ergste dat je in appelscha speelde. En dat je dan in de ochtendspits vaststond. Terwijl je eigenlijk maar één ding wil en dat is slapen. Mm-hmm. Ja, dat is vreselijk. Ik heb niks met de ochtend. Dus dat is vervelend. Maar verder heb ik gewoon weer mijn biodag eigenlijk. En ik ga lekker uit eten en ik ga naar de opera. Dus dat is ook wel leuk. Ja. Welke? Dat is mijn week. Welke opera? Fidelio. Fidelio, een happy-o. Dat is Mozart, hè, geloof ik. Nee, dat is de enige van Beethoven, volgens mij. Alright. En Chris? Ja, ik heb een fietsprobleem dat ik moet oplossen. En daar zal ik waarschijnlijk 100% mijn tijd moeten insteken. Want het is herfstvakantie. Ik heb geen school deze week. Ik heb een paar schrijfopdrachten en een leesopdracht. Ik moet een roman lezen. En die analyseren. Ik heb voor Horowitz gekozen. De moordgrap. Wat over een werkloze auteur gaat die tijd genoeg heeft om na te gaan wie dat deze verschrikkelijke mop die hij hoorde in een pub heeft gemaakt. Hmm. En vanaf het moment dat hij dat doet, landen er bananenschillen onder zijn voeten. Ze hebben er vliegen in zijn soep en wordt zijn telefoon afgetapt. Ah ja. Dus dat blijkt me een goede roman om te starten. En de eerste vooral, dat heeft me overtuigd om dat boek te lezen. Het eerste hoofdstuk gaat, er stapt een man in een pub. En dat is het, dan gaat het naar hoofdstuk 2. Dus ik vond het al wel boeiend.
Ja, komt een man bij de dokter. Mee, denk ik. Ja. Over bananen, dat is een leuke connectie. Want er was een aantal jaren geleden een beroemd kunstwerk. Dat heette Comedian. En dat was gemaakt door een Zwitserse kunstenaar. Die gewoon met een stuk grijze duct tape een banaan tegen de muur heeft geplakt in een museum. En daar zijn er nu 4 van verkocht voor gemiddeld $120,000 per stuk. Die hangen op diverse plaatsen. Ja. Maar nu komt het. Ja. Dat wordt verkocht en, bij Sotheby's. En dat komt in de veiling. En ze verwachten tussen 1 en 1,2 miljoen dat het gaat opbrengen. Ja. Wat, dat, het is een rare. Nou, dat is geen goed. Het is mafnieuws, dit. Ja, heel bizar. Ja, ja. Ik plaats de link zeker in de show. Want de banana on a wall. Het is dus. Er staat zelfs op CNN. Dus die gaat weer te kopen. Ja, ja, heerlijk. Ja. Dat is fantastisch. Zeker. Dat moet kunst ook doen. Ja. Een beetje schuren en zo. Ja, in elk geval, vrijdag is het hier dus Allerheilige. Dat is een feestdag. Dan ligt het hele land plat. En dan gaan de meeste mensen naar een begraafplaats om, zoals Chris aangaf, chrysanten te plaatsen bij de graven van hun voorouders en geliefden enzovoort. Dus alle nu staan alle Albert Heijns en alle Lidl's en alle supermarkten staan vol met chrysanten te koop. Ja, want dat is ook weer maar het is niet bij ons, hè? Nee, maar ik zeg dat het is meer een beneden de rivier gewoonte. Want er is toch een groot verschil met beneden en boven de rivieren. Dat katholicisme enzovoort. Hè. Dus, ja. Ja, en dan natuurlijk dit weekend weer Formule 1 enzovoort. Dus we gaan weer allemaal leuke dingen doen. En een fijne race wordt het in Brazilië. Dat is altijd wel interessant in het weekend. En we zien elkaar aanstaande maandag in het nieuwe format. Dan 1 uurtje lang, maar dus misschien iets makkelijker te behappen. We gaan dat zien. En hou ons in de gaten op Facebook. Daar komen allerlei mededelingen over het nieuwe format en over de mogelijke interacties die je kan hebben met ons. We gaan dat allemaal een beetje opvoeren. Een beetje plezanter maken, zoals ze hier dan zeggen. Ja. En ik zou zeggen, namens mij een heel fijn week en een heel prettig feestweekend. Het wordt een lang weekend, want veel mensen die pakken dan de vrijdag en zaterdag, zondag. Dus ik hoop dat het weer een beetje mee zit. Heel leuk. Nou te gek. Oké, iedereen. Ik wou zo zeggen een week in voorspoed en gezondheid. En tabé tot aanstaande maandag 4 november. Yes. Dankjewel allemaal. Oké, tot volgende week. U was wederom welkom aan deze aflevering van de Praattafel. Kijk op praattafel.be voor de show notes. Tot de volgende keer.